Merci, mijn brofke. Madame, zal ze beter komen, Pask. Zet u, meneer. Merci, mijn jokke. De facteur die zit, blijft houden. Ah, meneer is facteur? Wie meende u dat ik was? Kaas er korrels en schuurmoeder? Nee, ik wil zeggen, je bent de facteur die de brief bestelt. Nu, dat is je maar goed, nee. Ik zit dan op de andere kant van de stad. Vroeg u dan maar omdat ik hier nog nieuw ben. Oh, jongen, dat zeg je zo. Gekropnet van liefde. Wie heeft ze? 16 passeert meneer. Ja, dat is krokken, heel zeker net van liefde. Laat ik dat keer bij. Op naar onder want de schuurmoeder van uw boys. De voordeur van uw madame. Allee! De voordeur van uw madame is gepensioneerd. En alle mooie droogheid zijn als een jongetje. Zijn man doodje van zijn pensioen. Oh. Maar van deze keer wordt een dag op rijen retard. En van de wereld is toegekomen. Maar ik heb hem gewoon drogen, maar hij was niet thuis en er hangt een briefje op zijn deur. Facteur, ik ben bij mijn dochter. Toen ben ik naar even gekomen, ja. Ik zie dat hij rukt nog niet uit. Hè. Weet wat ik zal doen, hè? Kom maar rond voor vuur doen. Ik zal een keer wegkomen, zo. Als je wilt. Ik zal meegaan naar mijn buiten, hoor. Oh, laat maar eens u, brof kind. Zo kan je gebeuren, hoor. De meegoed in maar dat ik maar de weg verlies. Herman? Met wie heb je er staan klappen? Met de facteur van Ding Dier Nienes, madame. Met wie? Met de facteur van de Ding Dier Nienes. En met een briefje naar zijn deuring was hem aan Dutje naar het taar. Luister, kan je gezet van hier niemand niet binnen te lopen. Je laat ze in de gang staan, je vroegt wie dat ze willen spreken en je komt het ons zeggen. Zeker, madame. Je schiet eruit met dat wipje gestoten. Ik heb altijd de indruk als ik tegen u klap dat ik op een buurt zit en dat storm op zie je. Dat is maar schuld niet, madame. Ben je ze opgevoed geweest? Ja, een meester van een eigen ziekapitein, zeg. Maar wat zijn de zaadkoekjes? Ik heb ze niet gevonden, madame. Maar ik heb u toch gezegd? Ze stonden in de keuken, in de kast, langs van onder. Nee, dat is te zoet. Je krijgt er dust van. En als je bij deze dust beginnen krijgt, wordt dat een kostelijke van. Dat is beter, zie. Er zit niet veel smok, hè. En hoe meer er smok dat erin zit, hoe meer er dan ze van drinken. Het is spijtig dat ik geen wijn heb, hè. Zijn dat de zaadkoekjes, madame? Maar niet om te herna. Dat is Kitty. Dat zijn kattenkoekjes. En gaat er een kat, madame? Nee, ben een kattengat. Maar een korrel. Wel was dat een biest. Een zuine koper dan. En een zuine steert. En over drie maanden is hij op een nacht van onder getrokken met die of andere slonsen van een katene. En hij is niet meer weggekomen. En doorveuren denk je die koekjes. Als hij in april op zijn dril begon te lopen, moest mijn gulden mond april alle dogen zijn koeks gegeven en dan viel het ons stil. Wat wil je mij zeggen, madame, dat hij stil viel? Ja, ik heb een keer echt vergeten van hem zijn koeks te geven en dan viel niet stil. En hij is al gelijk van dril. Voilà, gaan we. Je moet juist zien dat de nutte zijn koeks knopen. In de mond april? Wanneer? Gelijk wanneer? Kan je een keer per abuse zijn koekje opgeven? Ik zat natuurlijk stil gevallen. Nee, maar een kwartier nadien heb ik zo'n dode gebakpan gehad dat mijn amandels maar zeer begon te doen. Hoeveel brood is nou die koekjes, madame? Ik hoop een haltaat dat mijn korrel zal werken. En als dat niet werkt, madame? Hoeveel popt ons geen ander kaart? Mijn man wil geen biesten meer in huis, zegt dat. Ik zal gewoon opdoen, madame. En van deze keer zal ik de bezoekers in de gang laten staan. Madame, jij is een engel Gabriel die u wil spreken. U wilt hem maar spreken? De engel Gabriel. Zeg ze, ik ben Gabriel uit de Nemo. Madame Gabriel uit Café de Nemo van hier uit de strooite. Ja, het is goed zoals ik binnenloop. Ik mag liever die drankdoor zien met ons zoet afweer zetten, maar in de keuken dat ze er niet meer binnenkomt. Hè? Want drinken en dus vlaag, dat is de ondergang van de zatlap. Zeker, maar. Kom maar binnen, madame Gabriel. Dag, madame Rita. Jij hebt de masken in dienst genomen en volgens taxi. Jo, ik. Het is een masken uit het huis die we aangenomen hebben voor te dienen. Het is een wiesmasken. 16 jaar en een chique. Maar ze is meer chique dan 16 jaar. Ze weet nog van God of zijn gebod niet. Allee, vertel haar er juist om aan een korrel in april op zijn dril liep, is ze verstom maar niet. Zegert, wanneer riet jij een mankorrel? Maar ben van mijn koter bezig die weer gelupen is. Oh,
Jommer en die te huizen waren de maaskes vriestrijg opgekwikt. Ik spreek van ongeveer een dag. Ben ik opgekwikt geweest in een zuurgesticht. En als ik buiten kwam, wees de kuk van Tuten ook bloos. Ja, wat zei er tien net al vele baren hier, hè? Surtout van Tuten en van bloos. Is er iets te doen, madame Rita? Ja, een aperitiefje onder de familie. Het is doorverder dat ik het in een wijn gevroegd en nu een glooske drinken op de benoeming van mijn man als secretaris-directeur in de fabriek. Dat is een verrassing, hij weet er niet van. Dat is ook voor die benoeming dat we dat masken aangenomen hebben. Ja, en voor uw zonen zou het natuurlijk goed zijn. Dan hangt die kat de jongen onder hebben, moet ik er zeker zo gemakkelijk niet zijn. In een zuur masken in huis is dat altijd de nul. Maar de zonen zijn in de hoofd met dat goeweren lucht zoals jij. Ik zie dat de bal stoort natuurlijk. Moet ik los kunnen? Nee, merci, madame Rita. Tussen bitte, maar nu zit ik en dan niet gegeten. Enfin, als ze gaan gingen, moet hij ik goed een randje drinken, zeg. Alleen omdat ik maar zo schuilen vroeg, zo. Maar dat is maar voor randje, hè. Jongen, ben niet van zin, want er het weet te geven, nu. Ik hoor eens u geen lokjes vertellen, madame Rita. Madame, ik vind die zaadkoekjes niet, zo. Maar Renato, dat een drill in april niet kent, dat komt. Maar van zaadkoekjes moet je toch niet brengen? En madame Gabriel draait maar uit naar ze biedt mee. Nee, nee, madame Rita, ik heb liever te wachten. Oh. Voilà, is die eigenlijk al gelijk twee in gehad, zeg. We gaan 16 jaar nog met je huwen toekakt. Lukt de volgulle leven op de tas. Een zatkoekje, madame Gabriel. Nee, merci, madame Rita. Ik zou van mijn oom niet kunnen eten. In het westen van die wijn. Ik heb van mijn leverancier de laatste gehad met al de praas van alle soorten wanen. Ja, wat moet die laatste niet, hè? Ik moet wijn, hè. Binnen een uur is mijn man hier en mijn broer met zijn vrij. Dag, madame Gabriel. Ah, dag, meneer Deer. Mama, zou de manneke willen helpen voor het zin? Jo, het manneke. En voilà, zie. Ja. Kunnen we niet uit de nu tappen met een flasje of twee? Moet dat goeie wijn zijn? Nee, niet. Die slechte die in een café verkuurt, dat is ook goed. Ja, moet je laat zijn het goeie slecht in mijn café. En in de voet dat ik maar ieder groeit, al lang ter zat gaat. Allemaal kaart, Mieke. Ik zou nog mijn glooisje vergeten. Jonko is naar mij toch niet gewoon als van de Rijnken, hè. Zat hij. Was nu in Loerde begint te doen, er weten we veel. Oh, dat is gelijk een nijokken die in mijn mondje piekt. Tja, maar daar helaas, zei. Dan hebben we uitgemaakt hier mijn flasje bij. Beste biedt weer. Dag, madame Rita. Dag, meneer Deer. Dier, ik heb er niets nodig. Geen goesten nog iets? Nee, merci, mama. En spannen niet thuis? Nina, binnen goeie uur. Zou ze er alweer zijn? Zuur al pesten nu toch niet? Dat zou gul zeker Stantana en onkel Bert zijn. Nee, ja. Ah, maar het is er nog veel te vroeg. Jonkens, van die tijd ligt mijn schuurzuster aan nog heel de nacht wakker om in taart te zijn. Ja, maar ik ben er niet gekleed. Enfin, ze mogen niet verwachten dat ik van s'morgens ten tiende met een blu terug en een spleetje maar daar ook gewoon kruisen. Meneer Dirk. Je moet niet gewoon open doen, Hernan. Mama is ongegooid. Oh, omdat ze maar gezegd dat iedereen... Je zal er waarschijnlijk niet op gelet, hè. Ze is schuurzekers dan niet gewoon dat hij zat. Oh. Oh, goed. Wacht, meneer Dirk. Wat kijk wel doen. Zet ze er tegen de muur aan de kast. Hij is het al lang dat hij kreuk gegooid? 2 uur en een half. Een ongeluk? Ja, een ongeval met een auto. In de huis waar dat komen, woon er ook verschillende gehandicapte maaskes. En wat deed ze door? Luizenvogel like iedereen. En een beroep aan leervogel zal er mee like heen. Ja, voor mij is dat nu wel gedaan. Ik heb er leren koken en dienen. Ja, dat is een onkel Bert en tante Anna. Kom maar binnen. Erna, zet die ruwe duizen met kattenkoekjes maar hier in de keuken, hè. Want ik zou niet geren dat mijn schoonzuster buikpannenkracht in haar handen doet. Zeker, madame. Wanneer mag ik aan het beginnen? Zou het er wel zijn? Zeker, madame. Want anders blijven ze nog eten nu. Ik krijg heel goesten van mijn kroon te lachen met mijn schoonzuster. Waar zitten ze nu? Ah, dag Dirk. Dag onkel Bert. Maar is ze vrij? Oh, ze is beter met een auto te doen. En je weet dat dat monument van de Ruft is en dan haar kruilkens weer goed geclasseerd is. Ja, toen is ook best mijn kliet gaan aan doen, want tegen dat horen ligt een kult ballet van Vorst gedanst. Ik kan niet anders. Dirk, als je iets nodig hebt, roep maar Erna, hè? Erna? Wie is dat?
De maasje die me zei dat gisteren in dienst genomen heb. Ja, wat? Dat is onder een maas. Nee. Aandacht aan dat wat. Zitten. Maar is je moeder nog toe dan? Ze is een goeie cliënt. Dat is best, want ze zag er weer een uitlaat in die uit een duusje kwam. Maar toen zat een duus tomaatsoep. Tomaatsoep? Ja, een duus tomaatsoep die al achterhoog open is, zodat er verder grie op stoot. Ik weet het al anders, als ze het gisteren een maas. Een maas? Wat voor is dat nodig? Dat is meer voor papa. Nu dat dat benoemd is tot secretaris-directeur, moet dat er voor zijn de stand. Ja, je moeder heeft altijd een schappenleer om te haar eigen gaat lekker scheuren. Nee, nu go weg, mij nog nevens de pers van Rumen slopen. Scheur nog je broek aan een Engels gesieken. Mocht u een tata van hem? Mijn voeder zat dat duk tegen mijn moeder. En dan ging ik me kort schilo gekapt. En hij is nu niet meer weggekomen. Nou, wacht maar. Zal ik in een dag komen dat ik u nu gebloed zal hebben? Doch, secretaris, directeur van de Ranegaansdienst zeker. Ja, de Valkaert, al ben ik hier zo minder woorden geworden dan. Dacht ik voorbij van Valkaert te zijn. Je werkt niet aan de Valkaert. Je zat aan de Ranegaansdienst. Dat is toch de reusschuld dat ik er werk. Uurta, dat is mijn schuld. Niet dankzij mij. Dankzij mijn horloge zouden we beginnen aan de Ranegaansdienst. Of anders zat er nog op dat toch terug te overvliegen te vangen mijn veesnijden. Ik werk toch toch nog op de bureau. Dan moet je valbakken uitrogen, laat dan anderen. Spaten genoeg dat ik op de bureau zit. Veel liever de valbakken uitrogen. Die mannen zijn tenminste in de open lucht onder de meis. Je bent meis, Bert. Het is niet onder de mensje, het is onder het vrijvolk dat ze willen zijn. Zo de valbakken van de meisjes alleen niet zijn die zo peffen, hè? En dan moesten zelfs aangeneren worden van Gilder Ranegaansdienst. Er kwam toch geen maas naar mijn huis binnen. Zo, maar nu had moeten komen met een tandenbeurs of een manures niet te schijnen. Och, zo. Wat zei je toch, Ben? Niet zo, nou weet het nu nog niet, was mijn moeder op slot. Dat ik precies te maak spreken. Maar wel, waar zit je moeder? Is ze zo weer gaan wat tomaatsoep te veranderen? Jongens, tante Anna, ze wist niet dat ze vroeg zoet gekomen zijn. Oh, dank u, dier. Dat is heel beleefd gezegd. Ben je liever verloren of gevonden? Maar wat niet, tante Anna? Niet zeggen, dier. Als je met je gat in de kanon zit, doet ze hier wat schiet. Wat zei je toch, Ben? Niets, dat is weer mijn mogen die opstaan. Zal ik je wel de pompiers mee gaan gooien voor je mogen te laten uitspieten? Enfin, in elk geval, bij mij steek het op geen uitje van de hoofd. Ik heb maar een dag kon zeggen voor bij de valkaart. Ranegaansdienst! Wil dan de tante Anna een gloesje drinken? Ik kon niet zeggen dat de zieveren van mijn kinderen lukken, maar als ik zie al die flassen zie storen, zou ik het ook beginnen van krijgen. Zeg. Nee, mijn dan, met mijn golden taart. Je drinkt toch genoeg zuur? Ik had dat in de combo. Waar zou ik het niet weten dan? Als je van die weer komt, je dat het is dat café zuiver dat er naar huis komt. Wat café? Er is geen café. Oh, het is een kabberdoes. Strijd niet af dat het drinkt. Drink het altijd aan hun oors me. Ik heb geen goeie, maar je alleen in een zatlap te zitten, zo. Je zult misschien dat paas aan mijn horloge stilstoot. Maar als ik nog even familie te kijken, weet ik zo niet hoe lood dat is. Koek. Ik weet niet of dat ik zus doe, maar bij mij is het raar. Oh, dat spaat ik dat tank, man. Ik zou je anders niet gaan lachen. Kom maar, we wonen met z'n hoofd en het ook te vroeg, het is goed weer. En ze doen een goed gelachen dat ik een beetje fris lucht nu heb. Zeg, Bout. Is dat al door mazen? Zaten zeker dat er geen stuk aan mankeert? Eerlijk zeg ik dan, Donna, dat we de stukken niet gedaan hebben als ze gisteren toekomen is. Dat tot er iemand een handje toestikt tot de schuit in komt. Allee, vooruit, naar de hoofd. Je zult er geen handje toesteken. Schopjeur kunnen overgroeien. Eerst als je van zijn leven wilt draaien, kom die stag toch op ons buin. Op stone voet geeft de liever boys. Ah, wel, en nou wat scheelt er? Waarvan schreeuwde? Er is al in de been gekomen zonder iets te zeggen. Dat is niet veel. En hij de doorveel verdriet. Ja, maar hij had maar iets een toetsen. En er had aan de slag op mijn ouders gegeven. Dat is Indisch aan de wereld, kent. En heeft dan niet gezegd wie dat was? Kijk, die doen die verschoten en vergeten vrouwen, hè. Ben dat niet gewend, meneer Dirk. In het huis hebben we dat kunnen nemen, waar dan niet. Jongen, alleen, maar we moeten toch weten wie dat is en wat dat hij hier kan doen. Hij is toch niet naar hier gekomen voor hun toets in de slaap te geven? En even wat gevolgd heb je. Ja, maar was dat weer? Ernaal. Ik, meneer Dirk. Voilà, ben al gerietzig. Ah, het is toch ook geen tomatensoep meer. Tomatensoep? Wie zegt er dan? Tante Anna. Nee, nu is het teerwitsoep. Maar als u vuurt wat mij heet, Tante Anna, wordt er nog een hutsepot van komen van boven. Zeg, op papa, waar zijn ze? Ze zijn aan de hand dan een beetje in de hoofd. Ja, goed als maar zier bij jullie. Want gelijk op dat Tante Anna een beetje lodelijk is, is ze nog kapot voor het mijn ruus leert te teert. Ik heb er geen straks door. Santé, monniken.
maar je kunt niet wachten van drinken tot meneer dat paaier is. Het is theater die gevierd wordt. Dat is ook nog iets. Was er aan het wozen gewonnen? Nee, zijn het niet de voetbalisten, maar de supporters in zat lopen. Nou, wel, Emma. Heeft dat weer gedaan? Nina, nee, heeft dat niet gedaan. Nee, heeft dat gezegd. Nee, wat heeft dat gezegd? Aza, zeg dat poepa is poepke. Poepa? Allee, dat is goed, Emma. We doen maar vuur in de keuken. Zeker, meneer Dirk. Poepa! Dirk! Slaap zitten, Monniken. Kijk eens wie je hebt gemist. Ja, merci, Monniken. Het is aan de orde dat een herfstschilder in mijn jonge bloeren nog van zijn haar kan fazen dat dat goed is voor de soep. Wat is dat? Hoe is u al nog niet gaan komen? Nee, Jorn. Hoe is het nog altijd zo door in de nuks gehoord raken naar tegen van Noord en tik naar vuist, hè? Maar mag ik van de morgen een aperitief feest? Wat is iets aan een aperitief feest? Was echt zat toen steeds de vitrine van een likeurwinkel? Papa is benoemd tot secretaris-directeur. Hij zei dat Anna en onkel Bert geïnviteerd voor een vloosje te kunnen brengen. Ah. Maar ik wist ik niet dat ze zei u gevrocht op boepen. Maar niet als mogelijk. Ik vroeg mijn haar aan de wieklooi, zeg. Boempa. Ja? Waarvoor is dat hier niet meer geweest, zei het manoemelijk? Ah, dat is een lange historie, monneke. In ieder geval iets wat ik graag hier nu van moet van horen, zeg. Ik weet wel dat je altijd gezaad en ons geklaard wordt. Monneke, de dag dat aspirine moet worden voor uw paan, dan stiekem dat op een pensioen begint te pasen, hè? Ik weet het vandaag ook. Tot na 14 jaar ben ik bij u en bij Boema ook gekwikt geweest. Ja, Boema. Dat is een ooit moment, 4 jaar, dat ze begonnen is. Zeg, monneke. We weten ook dat de zondagmorgen tot dat geen kwartier lijn naar café de Nijmegen rust gaat. Jorik, ik moest van Boema altijd meegomen. Ik moest er de hoofdrol dat zeggen of bij Peter dat ik het roepen nooit. Word je altijd gezuiverd in Boempa? Vandaag klaar een lengte wordt, dus ik geef weer de vrouw en die jongens toch zo te zaden. Dat is een jaar geschuld, die Boempa. Ja? Je hebt altijd gezat op Laanboer, hoe is je gelogen hebt, steekt 20 francs in de overblok en is hem dus aan u vergeten. Tja, ik wist niet dat in die taart een overblok een chocoladewinkel was, hè? Zeg, morgen weet het ook niet, de zoek nog mogen, dat boem nog een zadel wacht. Hoe is je gehoord gewoon terwijnen, je mag 2 pinten drinken en je moet het bovendorsen. Hoi, hoi, en in de nood staat de zuster die langer blijven houden. Zeg, een boem mag je nu niet verstoren, dan natuurlijk niet gewoon, dat is voor de blijven storen, maar voor de blijven houden. Dat is nu bad en 2 om het thuis kwam. Oh, wat dat boem was. Wat zei ze? Wacht, kijk, je zei dat de 2 pinten mag drinken, dat het boven moet thuisen. En ik zei, Marta, excuus, hoor, maar dat is mijn schuld, ik verkeerd verstoren. Kijk, meer tot de gezade het wacht, je mag 12 pinten te drinken en je moet 2 doen. Dicht met wat lachen, ga zuur. 1 minuut. De stoogzust. Hoe is het? Dat Bergmanke. O ja, ligt er altijd een reuze met een voorwissel? Reuze met een voorwissel of hè? Ja, omdat er nog altijd in dezelfde hoek stoot, maar dat ik haar wel dat moet snoeien. Moest ik mijn handen kunnen zullen ze aan juf niet leggen, als u niet weten dat aan juf deed? Weg er altijd een heugel voor, kern. Een radig advies, alsjeblieft. Mijn handen kunnen een vuilbak niet leggen, ze zullen niet weten dat ze een vuilbak heeft. Papa, wat zei je dan best? Dat is weer maar morgen, hier. Dat is 2 jaar lang dat u een voet in huis gezet hebt voor. Om precies te zijn, 2 jaar, 7 maanden in 3 weken. Ons hier is dat mijn morgen, dat is geen voordeel die ik ken dat in een computer. 2 jaar, 7 maanden en 3 weken. En als moeder zouden dat we dan goed moeten weten. Wat is de periode geweest dat we zuinen met dat ongeluk in het academisch ziekenhuis gelegen heeft? Madame, zeg het wat. Ik heb het open doen als vergroepen. Zeker, madame. Oh. Dat kan voor hem. Maar vroeger kwam ons naar een kier bezoeken. En met de eerste kier zei dat 2 jaar, 7 maanden en 3 weken hebben we niet meer gezien. Madame. Maar was je dan met de dier? De dier doet niet anders op schrien, moest gewoon ook doen. De rest in een hefensel doen. Oh, dat zal manneke om goed noord zijn. Wat moet ik doen met die hefensel doen? Heb jij wel een schriende poepje? Hé, manneke, u kunt ons hier geven en een slag op mijn handen. Ga je nou dan niet geven? Nino, mijn
ben dat niet gewend. Kom maar ten thuis. Oh, ik kan wel zo'n thuis en het jongstens door mij. Allee, ik zal het niet meer doen, hè? Zeker, meneer. Ik ben geen meneer. Ik ben Boempa. Zeker, meneer Boempa. Worden, zou ik vriendelijk verzoeken van u niet bezig te zijn met dochterste van mijn personeel, hè? Het gelijk, Rita. Goed bekeken, ben beter met first, hè? Allee, kom maar naar de keuken. Zal ik wat in de zal doen het binnen, zo? Zeker, meneer Boempa. Allee. Maatje, ben je blij dat Boempa weer is? In de vond ben ik u content, heer. Ook hier, al droogde mijn buur morier voor te peren. Het is nog u voor te peren. Liefste familieleden, maar ook hier en daar van de vuurteste. Wat was dit dan? Oh ja, het is hoor, moet hem excuseren, hij is huf. Ja, even als uw nuurapparaat hier zitten, maar zet het nu niet open als we laten als dat puur overslaat. Allee, kom maar binnen, hoor. Voilà, liefste familieleden, maar een dier naar van de. Maar wie hoor, denk je nou niet puur zo? Allee, kom maar, toen werd het al leuk, dat kon nu leren. Voilà, bakkel de vuur staan. Noord van de Zompel, de pensioneercommandant van het Bouwersleger en de straat van 1418. Wat af u stellen, noord van de Zompel, de pensioneercommandant van het Bouwersleger en de straat. Ik heb kik al gezaad. En maar wij niet huurd. Moeten wij een vuur nog bij die? Ik heb kik al gezaad. Kik al gezaad. Op een vuur warm, dan moeten ze hier roepen. Zijn de keutels klaar in een apparij. Als de helpen stoot roepen ze en als dat toestoot spreken ze stil. Kijk. Dat is Bert van de Zijne en dat is mijn Wanna. Dat is mijn dochter Rita en de Zijne Dirk. Hij twee en die vuurtje. Allee, vooruit. Zet je op je gemak. Attack, meneer! Kijk niet gezet, attack! Kijk gezet, zet je op je gemak! Oh. Allee, wat drinkt er nog? Dat is wel mogelijk als voor goed is. Dus voor te drinken is zuur dan wel zo. Zeg, ga ze aan een duif van achter Toekske. Een koekske? Hoeske, dat bezin kan wij doen. Hoi! Weer dat in een duif bij onder mijn schoen gegeten en gedronken heeft mijn kosten. Zoek nu toch hier en weten wat dat hier in mijn huis komt toe. Niets. Noord is gisteren gevlucht. Heeft dat zuur lange kracht gevangen gezeten? Noordkraakse wang, dat is haar schuld dat de oorlog van 1418 een veel jaar geduurd heeft. Zijn de kolonel riep tegen hem, schiet de commandant! Ja, verstooi, giet de commandant! Van gieten gesproken, dan waarin gezet dan mensen gingen drinken? Er is toch niemand die iets gezet heeft? En nu is er iemand die iets zal zeggen, toen zat ik kiek zijn. Maar reken er vooral niet op dat ik zal zeggen, drink tintje. Hoe is gemeen? En dat kun je morgen in hier ook, zou ik zeggen. Hoe is het helemaal vuur, Tom? Noord is dus gisteren gevlucht uit een privébejoorde te huis van Nivas tegen Brussel. Ja, alsof we goed in Gent willen blijven, zegt hij. Hé, maar Noordse? Hoe is dat Noordse? Mooi van. Hij is laat de Polen hangen, hè. Die kunnen nu sterven voordat ze geboren zijn. De Polen? Ja. Hoe weet ik dat? En dan de Polen wordt geboren in het groen. En dan sterft ons Polen in het groen, hè. Ja, wat betekent dat nog ook hebben, hoor? Ah, meneer Hubert Morgemans, secretaris directeur. Allee, lang zal te leven, lang zal te leven. Pardon! Ah, excuseer, meneer Hubert. Dat is niets, meneer Morgemans. Maar ook, je weet dat gebeurt, de vieste was in huis. Je was niet meegekomen, ze. Ja, we gaan wel door de explicatie over hem. Hier is iets niet zus. Heel zus. Hier, dat is niet zus. Dat is hier nog weer zeggen. Dat is zus dat niet zus is. Op een gebeurtenfiets zijn ze rond majorette. En dat mankeert hier nog. Rita, ik ben er hier gekomen om met meneer Dupré zokkes te doen. En wat vind ik hier? Groen een keer, Hubert. Een boel met meisjes, een boel met vlaasjes, een geel een boel die mij niet angst doet. Dat is een boel, hè. Ik zou dan een keer willen opletten, Hubert, dat Rita ons gevraagd heeft voor uw benoemingen te komen vieren. En als je de jaren stoot kriebelt, ben ik hier ook al achter de buurt. Ach, Harry, zijn Anna, ik ben er niets tegen dronken. Best. Maar benoemingen te vinden? Ja, maar ook geweten dat er zuur content zo geweest is voor de muziek van de Grazen Zusters, zuur doen komen. Oh,
Oh, dat is natuurlijk iets anders, hè. En dan gaat voeren in de kooperol die Ruken voor. Kooperol, waar is de kooperol? Hij zet die koekjesuit aan. Wat een huishalen. Noord van de Zonkel, gepensioneerd commandant van Bouwens Leger, hebben straaien van 1418. Wat een huishalen. Noord van de Zonkel, gepensioneerd commandant van Bouwens Leger. Annie, ik heb Kiko gedooi. Heet dat maar niet persoonlijk. Noord van de Zonkel, is ik heb Kiko gezaaid. Wat voor het zin, man. Grote zin in Rumpen. Zijn de kuttelskraaf aan die lappen heen. Om het verstoort niet goed. Dus ik weet niet hoe lang alleen dat we voordeel gezien hebben. Van precies te zijn 7 jaar, 3 maanden en 2 weken. Nee. 2 jaar, 7 maanden en 3 weken. Luistert u weer, Manneke? Manneke? Voordat ik zou je vriendelijk verzoeken van een Manneke achterwege te laten. In ieder geval doen we dat niet die preekbaas. Dan moet de Manneke die baas van maken. Het is alleen dat je mij gezien hebt van hoe ze verzuinen en ver gereden geweest van die een auto. En dan zijn Purrie Drengen dat nog de academische ziekenhuis moeten doen. Hè. Ja, dat is wel mogelijk. Dat is niet mogelijk, dat is u. Feind. Dat onze dichtje dat zet lag was hier. Maar het eerste van al les dat ik het van de vreemde mens moeten huren. Dat geen ene van onder trechten en onder laf gaat heen om het maar te komen zeggen. Ja, moet begrepen worden. Dan met dat duurgeblik in ons verdriet op een gepaard. Ja, natuurlijk. Een eigen mens wel gemakkelijk vergeten worden. Dan is hier geen kwestie van een eigen mens. En om de vuur te vertalen, het was nog niet genoeg dat ik het van een vreemde mens moet duren. Hè. Maar als ik naar Tazet gegaan ben, was de lood. De dicht was al weg. Hij was in een revalidose centrum. Ik heb zelfs mijn kleinkje niet kunnen zien. Hoe is gezugeerde kleinkje het willen zien, hè? Hoe het achter het academisch ziekenhuis nog hier kunnen komen? Het is mogelijk dat er veronderstelt dat de koe op de wereld gekomen is voor opgegeten te worden. Wordt de vuur pas die koe dan nog niet zo, manke? En nu! Nou! Excuseer me, Dupré. Kijk, ik ben niet toegeschieten. Je niet, meneer Morgenmaas. Kun je ons schijnen hoe spannend ik erheen gekomen ben? Ja, dat duurt, meneer Dupré. Hij weer een manneke tegen mij gezaagd. Schandalig. Oude moeten zeggen. 2 mannekes. Afijn, nu dat allemaal zo goeiertig gelachen hè, stel ik vuilen voor de trollen uit ons zuigen te vragen en een glaasje te drinken op de benoeming van meneer Uberbock. Nou, hang er aan je te tafel. We hebben niets, Rita. Al verder zijn glooisje te drinken, wil ik kies met meneer Dupré mijn zopen zal wandelen. We kunnen daarachter iets nutten. Wat u kijkt naar Sans. Per slot van rekeningen, is meneer Dupré niet nog hier gekomen om iets te drinken. Niet meer alleen als het loopt. Hoe is je maar wel het volgende aan het bureau, meneer Dupré? Luistert, hè, ben nu opa. Ben nu is een half uur werken lang, dat zal niet duren, hoor, meneer Dupré. En als ik zeg eens ben dat we daarachter nog een glooisje gaan drinken, zal het zelfs zo lang niet duren. Wie nu me door tegen mij? Ik, meneer. Madame, zijn gebeld? Maar wel verre zijde gaat dat alles hier dan ze gebeld, hè? Bij het vuurt, ze? Zwaar, doe dat bij Lotus gerust. Zeker, madame. Maar van Rita, wel verre snappen gaat dat schop altijd zo af. Ten is al niet heel gruut. En als je nog 2 keer wordt afsnakken, schiet het niet meer van uit. Ja, nee, u en in de kamer, des te beter. Excuseer maar, gezelschap. Waar ben je met pensioen te wat meer wacht van de leer? Ach, eindelijk. Het is raad over dat ik erachter wacht. Is een factuur. Ah, dat is de kombo. In een duur zal dood pak mijn huis van de restaurant van de stoosje. En mijn vader mocht er de PTT van. Excuseer maar, madame. Maar als facteur ben ik verplicht vanuit mijn doodje pensioen. Ik kan gepensioneerden afgeven. Ah, eindelijk. Ik dacht net thuis was zo lekker ruimte en anders een druppel gegeven. Maar... Dat is aan bedankt, hè, morgen. Allee. Ik zie dat ik de hut niets gekocht heb, hè? Maar, wat zoekt u erin? Zee, zo. Morgen zet ik een annoemse, dan ga zetten, dan al die meer kluis nu een druppel mee komen drinken. Ik wil aan het doofvakte. Proef die stukje van ieder glas, ik zal u nooit toesteken. Ah, dat is wel een goede dag. Bert, wacht ervoor. Durf niet drinken. Moet daar niet wat te drinken aan, want even een facteur uit de museum te halen. Wat dan? Die engel Habriel ligt, hoor. Habriel? Die café-poesier? En ze nu al zat? Het is vroeg. Als de deur op deed die facteur, kwam ze binnen en met niets laag ze door. Wat moet ik er niet mee doen? Ik heb geprobeerd van ze op te roepen. Dat gewoon niet. Wat geloof ik dan? Ik heb een keer geprobeerd van Belfort te verschuiven. Het ging duurt niet. Leg me nog kut. Kom voor de. Als je mij wel kan ooit niet benad zetten van dat er een bruik het heeft. Alk man een keer die een zacht betoet als binnenbrengen. Oh, nee. Wat deze? Wat als zij dat soort wel zien? Maar als je wel zei wat ze gekregen heeft, ze is van een recies geval. Alleen als je dan een recies kan dieten. En ik heb
Hij zet er door twee handen die ik niet goed gezien heb. Dan moet je raal van de rest op raam gevallen. Moet hem aanvallen. Maar niet, maar dan heb je kanon. Attack. Maar dan vond ik dat ook niet slecht, hè? Ja, dat ben ik niet goed. Kijk, Sjansje, de Gabriel van haar gezicht valt in zijn zadel. Maar zomaar twee flessen wijn bij haar. Gelukkig zijn ze niet gebroken. Wie hoorde ze iets aan haar zocht met woorden zien? Dan zijn ze tegen zo'n koolvlies. Wie hoorde? Wat kon ik er niet meer gaan? Hé, hey, jongens, nooit daar! Als woon ze dus niet voor zijn met wie je mee leren de meeste twee zorgen toen ze naar ons. Oh, kijk je boy van. Kijk boy van tot in mijn mandel. Haak in een ding. Zij van mijn korte koeks geschenkt. Wat dan moet ik wel die flaarsen doen? Zet ze maar in de kelder. Als ze hier zal doen, dan zie ik paas op geen oor. Oh. Er is nog een oud bifloss. Wat is dat Theofiel, want die hebben nog niet geproefd? Zie, ze zeggen ook dat dan de facteur maar iedere keer schuilt en er des toe spreekt, hè. Mocht jullie dan de D van de reinigheid zich de hukje de paraplu van doen, hè. En vooruit, facteur, geeft die twee flasjes maar hier aan mijn maas in de keuken. Weet je wat ik zou doen, madame? Zou ik die flas in de kelder zetten? Ik zou zeggen, doe gelijk of dat het thuis zat, maar dat is niet meer nuttig, hè. Ja, madame. Ik heb je de indruk in dat ik van de familie geworden ben. Ja, die een facteur en een vriend boven van. Voor de afgaan dat dat nu de gast dan zult dat ze de post daar even doen hebben. Ja, zou je geen goede pot koffie drinken? Als je jou naar op binnenkomen gewoon de post daar even niet hebt, maar je morgen zal weer opslaan. Pas dan zeker niet op wel hebben van mijn vrouw. Voor lasje. Of het schuurt. Of het schuurt. In de sabos. Mie hoor, je was niet gezien wat van die eigen hobby jij een beetje het gas neer te luisteren. Oh, ik weet niet wat er was leven op probeert het van het behoefte te storen en weer zijn gasten aan te doen. Wat komt dat dan nu buiten pas? Ik heb er eens een man. Achter dat hij een glooisje gedronken heeft, staat weer naar boven gewoon als aan het bureau met meneer Santé. Dat is niet Santé, dat is Dupré dat hij is. Dat is wat gewoontje. Ik heb van Goedemarkt nog niets anders dan Santé moeten zijn. Maar fijn in de voet ben ik nu wel blij dat mijn twee kinders een keer al hier kan spreken, zegt hij Rita. Het is 4 jaar dat moeder gestorven is en het is onvermijdelijk 4 jaar dat ik Oline werd. Je zat er niet meer Oline voor, dan kan brood nooit dat stuk bij je komen zijn. Kan even kan mijn rot niet koken? Bedankt. Hij heeft gisteren voor ons getweeze naatsenbalken zat daar. Voor te beginnen heeft hij wat allemaal doen keren doen, omdat Gustaf zo geweest is. En voor het leukste te hebben heeft hij wat waspoeien bouwen doen. Ah, wel? Ik moet hier lach zeggen dat dat niet slechter was, hè? En nee, dat gaat dat doopgeten worden? Nee, dan mag jij er maar van de mogelijk mee gewasgen. Dat is schorven nog. Enfin, dat nummer dat alleen was. Maar van de mogelijk wordt het huisje verkocht, waardoor de moeder en ik 45 jaar in gewoond hebben. En waardoor de hulde half heen en geboren en opgekweekt zat. Conclusie? Een van de is de oormoeke worden. Ja, we hebben weer een Oline en anders doen we een nekje in Roosteren meer. Gekernde spreekwoord, als je daarna ruzen weer of een plank te beginnen te uitvloeien, van ruzen feestbloem te geven. Hoor. En wat zou er nu weer op worden? Een naaibroek en de weesmaat, een naaimijn sneeuw. Daarmee ook gepast. Ik heb twee kinders. Misschien kan ik bij een van Hulder omwonen. Ja, ik weet het, dat is niet gemakkelijk. Dan dus dat moest er een kind nog geboren worden, hè. Waarom met leggen, waarom met doen? Met die is het verschil dat die over het algemeen welkom is en dan de nee. Niet welkom. Waarom zou die niet welkom zijn? Ik heb nog van de moord tegen mijn zoon gezet. De peren mag nog zo vuurd zijn, dat is toch altijd een peer. Ik ben die vuurte peer. Ja, we kunnen moeilijk van u zeggen dat er nog genoeg raap appeltjes had. Luister het voor me. Ik heb niet vergeten dat het dierkoop gekwiekt heeft tot zijn 14 jaar. En ik heb niet vergeten dat ik tot mijn 32 jaar bij Hulder geweest ben. Ik heb nog iets niet vergeten. Wat had ik vergeten? We hadden vanaf 20 jaar al 6 woorden mee naar de leven afgekomen, zaten we daar mee recht te rijden. Ja,
Dan moet ik een wacht achter de goederen met de trein. Ik werk aan de valkeer, nee, ik werk aan de radegasdienst. Er is maar hier een klade gehad voor. Die man een treinboek stoort er, de vrijheid moet de man vol. Ja, en ander woorden, je moet dan meneer Hubert Moormans vragen wat goed is, ja, in zijn ogen is. Hoe ze kijken de tante en de moeder, ja, ze en ze zijn categoriek niet. Die dan gelaten, goest. Allee, ik ga naar boven, ons aan een bureau het hem kon vragen. Ja. Ja, hoe schiet van de trappen uur toen het is dat er maar buiten gesmeten is. Wat doet dat dan? Zouden jullie niet? Maar waarom hebben jullie de haai altijd te zien? Ze zeggen geluk te jagen voor baat, maar ga je niet voor baat, ga je ons aan vijf. Kijk, madame. Wat moet ik die koekjes doen in het toverste, madame? Als je ze dan een hart ogen door de stoel gaat horen opkomen. En ik wil er al ook goed over spreken, zeg. In de noof. En als ze er zagen dat de boos die benen moet, geef ik er een nachtstans weer conflict. Pas op, pas op. Pas op, man, ik doe de gezier. Wat is geraakt voor je? Dat is niet weer takken voor in het hospital zo liggen. Ik vroeg mij af, de dag dat daar gemokt is, op wat dat ik liggen paas. Ik heb altijd het gevoel dat ze meneer tegen mij zei dat ik een goede opleek heb. Gelijk dat het beeld boempa. Moet ik niet doen wat de madame gezegd heeft? Ja, wat heeft madame gezegd? Dat ik op die koekjes oren moet laten komen. Keertje, je mag nu niet luisteren naar wat aan mijn dood gezegd heeft. Ze zei van mij, wat ze zeggen al dat hij steeds zijn toespaas we nog hoor. Ja, we hebben zo'n beter riestpazen. En ja, toen zit ze eigenlijk. Vind je dat ze het wat zit, Boemper? Oh, maar ja. Vind je dat altijd triestig was in een eigen meisje moest schuilen? Van waar hier was haar kinders te mogen wonen? Ja, ik ken niet mijn ergens gekend. Enfin, ik herinner mij ouder niet meer. Het triestigste was van ma de zondag. Als er bezoek was in het huis. Ik bleef alleen. Op die ogenblikken voelde ik nog meer wat dat kwaad was. Toen verlangde ik naar mij verstaan. Toen zei ik dikwijls gepaast hoe dat voor ze kunnen zorgen. Toen in ons huis was dat gewoon. De gruten moesten met de kleintjes zorgen drogen. Ja, ik ga wel bij de gruut. Alleen maar duist. Oh, gek, ja. Gelukkig wat verstand per meter niet gemeten, ja. Miljarden. Maar dan een ze toe komen met 2 centimeter, zeg. Het is maar als jij was kwaad zat, dat de wit van u er mee gekregen hebt. Zeg, volgens de Grute had er niet veel mee gehad, hè? Ze hebben bij u op een hele keer gekeken. Ja. Spreek je niet over de lengte, Boempa. Ah. Spreek over het leven. Jij hebt gegeven het leven en daar is alles in de wereld. Pardon? Volgens dat veronderstel men nog huur, daar moet het ook zijn gelukkig leven gehad hebben en dat de huis waarvan dat ik heb. Misschien niet, maar hoe slecht dat u kent, het leven is nog altijd het leven weer. Miljarden. Kijk je altijd gemeend dat ik een optimist was? Maar was het niet met mijn gat op een pinees, was het ook laag, zo? Dat niet te voordat, was ziet de stoel? Doe dan kalm. Nee. Zegt de Peter die zijn sleutel verloren heeft en die niet binnen mag in de nemen. En hoe? Zo. Voorde, hij wil niet heel dat mijn jongens kan twijfelen. En als hij nog het niet wil, het is omdat het niet anders kan. Je krijgt geen ergens meer. Morgen krijgt de raad aan tussen van rond 70 jaar en een onkel die te draaien dagen te gaan. Hoe ze die gewoon nu dat ik hier binnen gepakt heb, hoe ze ruk willen kunnen wijden. En dat wordt gewoon maar nooit toegelaken. Ja, moest je zeggen, op een bewoordklas is het maar niet genoeg. Mag niet vergeten worden, ik ben een kind van draaierwe tantes. Ik voel me af hoe dan ze dag gaan zijn. Broeder, je begrijpt wel dat ik hier goed naar van lachen.
Hubert was er in, geen roesten en verlaag, dus ben ik het, zeg. Mogen nu dan niet zo worden? Die raaierde tanken zijn aan het vechten van moeder overste te worden. En die een noeke van 83 jaren de peps aan een bord afdoen. Wat en een peps, lekker coiffeur? Nee, ze zitten alle vier in het kluster. Dramasseurs en een poeter. Dat je bezien, meneer Hubert Morgemans. En we zullen ze niet weten waarvoor dan alle vier in het kluster gehoord zijn. Achter dan zijn opgekwikt en ze alle vier in de slag hebben er ketel gehad. Riet uit verbieden! Genoeg, stop! Nu is de maan een toer, meneer de secretaris-directeur. Ik kan het niet verdrogen dat ik iemand bij mij zou pakken, dat is. Gelukkig door zit ik alleen. Overdag is hij op de fabriek. En Joe zit daar voor met de beheerhoud. Of aan moet gaan eten met kalanten van sokken. Hoe kan de haaier alleen zijn? Wat is in mijn zijde toes? Ben met mijn zijde niet getraind, ben met jou getraind. Hoe ver is het geen maas gegeven, baas? Om mijn jager wit te wasje. Oh, jij hebt nog mooi aan mijn wasje. Zijn er deze vroege dag met mijn rheumatisch kan ik over onze groen meer aan, zeg. Die worden dat deze mijn vrienden en kennis te kunnen zeggen dat ze vrijwel niets te kort heeft. Dat ze niet mag klogen, dat hij er zelfs een massa gegeven heeft. Je wil maar verkleineren tegen een vervoerder. En doorzetten benad van hem. Je moet al doen wat dat de wereld doet, je moet van zijn persoontje blijft. Als je maar een baas en een ander niet belachelijk mocht worden. Dat is doorbeuren dat je mannelijke mag zeggen, Luc. Als je toeval, als je mannelijke zegt tegen hem. Als je toeval, als je hem zegt dat hij verijverd is. Die wonen al een keer nu toch gedaan. Je is zelfs toch geweest met mijn korrel die weggeliepen is. Allee, als je koort er weer. Dat ding met zijn grote kopers aan de schoen sterk. Door was dat ik jaloers van ze. Wat? Van mijn koorten? Ah, ja. Was dat zo loes? Omdat het een schoene biesten was. Iedereen die hier binnenkwam sprak van mijn schoene korrel. En niet van mijn schoene Hubert. En als mijn schoene korrel weer rondliep, zag niemand meneer Hubert Morgemans nog staan. Ja, stond niet meer in het midden van de belangstellingen. En doorbeuren mocht er geen andere katten meer in huis komen. Zinnetje, dat wij in Ines met een zune koop en een zune steert. Excuseer me, waarde familieleden. Want hij zijn niet veel meer in die vlassen. Hij kan nog nu de dag in de kelder zijn. Wel, maar niet, facteur. Voor sokken zit die de facteur in de kelder. Ah, meneer Morgenman. Je moet geen facteur meer zijn, zo. Zeg maar, van die keer een kop thee op wil, hè. We zijn het ook van de familie gewonnen, hè. Met veel plezier een kop thee op wil. Voilà. Ik heb nu een keer mijn gal laat gespeeld. Ja, dat hoor ik je duiken. Dat toen mijn pa zijn manen had. Voor ik overdag reuzen om mijn moeder was soms de leefde ook zo goed. Dat is het verkeerde van bij ons. Als wij overdag reuzen mogen, sloppen we het soms vliegen van. Het is u goed, wat is er u komen? Dat je door aan niemand de woord zult over zeggen. En ik hoop u dat je mij ziet te woesten hier zo begrijpen. Ik weet niet. Doe me dan mijn vuur zo. Alleen maar dat er nu bij mij niet goed binnen kan. Als je het zo is, moet gewoon eten met een een of een ander kalang verzorgers. Hoeveel pakt onze vrijwilliger niet mee? Voordig. Het zal een keer zien lupen. Ja, maar nooit kost lupen, zeg ik zo lupen. Wat bedoel ik gelijk als je kliet en opgezet is? Niet gesmeend met je horen en tanden. We zien toch kritische eraan mee. Hij laat een pot praaien. Nou, ik ben niet stop van praaien. Als voor hetzelfde is, leven groene zilveren. Je moet er niet meer lachen voor. Ja, je bent hier een keer mee gelachen van u. De baat drinkt ze voor. Huh? Ze zit gillen door naar dat cafeetje van die Gabriel. Is dat ook vroeger niet dingen door? Hij zag het ongeluk van dier dat ze zo beginnen drinken is. Ja, misschien is dat verdriet. Verdien of dan. Ja, je hebt mensen die schreeuwen uit verdriet, je hebt mensen die drinken uit verdriet. Ik heb u wat had gedronken. Ja, wordt ons zoenen verdriet. Precies, dat is weer een week met in de facteur. Waar is een kotee veel? Nou ja, maar zolang dan een facteur is apeerd, dan zal ik geen ik kan het niet kwijt zijn. Excuseer me, meneer Morgenmans, maar ik heb zo lang al boven in hun bureau gezeten. En met dat hij niet afkomt, weet ik ongerust. Excuseer me, meneer Dupré, maar ik was het totaal vergeten. Ik zou zeggen, het is een kleintje, maar we gooien de wereld naartoe als je jaren al een kleintje vindt, hoor. Meneer Dupré, mijn schuif voor de zogeer bij ons kunnen weunen, maar dat is vader genoeg niet meegedaan. Dat mocht meneer Morgenmans. We vullen er maar toch niets van gezet.
Een schuipapakken te bemaken. Ach, je hebt er dood, meneer Dupré, je nog zo ver niet gepaard. Ja, is er ver voor eentje aan de ruf, de rook en 20 uur jonger. Ik denk dat mijn handen niet meer zijn. Meneer Dupré, je gaat binnen een paar weken een overbejoorde de preken. Ja, dat is door dat ik op tuurlijk bang meneer Mogenmans ben. Ik heb bestellingen gedaan in zijn textielfabrieken. Voor fluane, loken, zakdoeken, handdoeken en noem maar op. Weet je wat ik doe, meneer Dupré? Wees dan een chaos aan mijn schuur voor de geëxpliqueerd. Hoe kijk best aan mijn bureau mijn bestelling kunnen opmaken. Dat is een heel goed gedacht, meneer Mogenmans. Het gaat weer een tijd. En ik weet hem misschien een kalender. Dat is dat. Schouw geen oren, meneer. Die noem. Ik ben een paar weken goeie oprichter. Ik krijg de vijf betieken de noem van de dag. Dat de zon schijnt. Die zon, dat ben ik. Nee, de paraplu-winkels voor goed te doen, hè, want... Artikel 205 van het burgerlijk wetboek spreekt onder andere over de onderwijsverplichtingen van de kinders tegenover dames. Die onderwijsverplichtingen zijn natuurlijk krijgbaar. Ja, in andere woorden, ons burgerlijk wetboek is van kwijt zo. De andere, in een oom, gelijk manen, kunnen we 3/4 van het pensioen van de bejaarden verhogen. En blijft er 1/4 over voor de bejaarden zijn pensioen verteerd. Laten we ervan onderstellen dat er iemand 30.000 frank pensioen in de maand. Dus krijgen we 22.500 frank en de bejaarden 7.500 frank voor de pensioen verteerd zijn gebruikt. Maar, voor die 3/4 eet de gepensioneerde boosters uw kolos. Eten, slopen, kledij en dan wordt dat dan maar verlangd. Voor een verblijfje met een oom is 20.000 frank in de maand een minimum. 20.000 frank, dat is het minimum. En hoe heet er een oom zijn? De dag dat de zon schijnt. Maar mama zal maar een waterzonne zijn. Kijk, jongen, maar even een gewone werkmeis geweest. Dan kan maar een goeie 16.000 frank pensioen in de maand. 16.000 frank? 16.000, 3/4, gedeeld door 4 is 4.000, nou 3 is... Het is een slotige 12.000 frank in de maand. Oh, inderdaad, voor 12.000 frank in de maand kunnen we lekker een goede jaar in de zon liggen. Wat zeg, best ook erop hazen. Moest ik nu bij mijn zoon Bert gaan wonen, mocht je maar u 3/4 van mijn pensioen verhogen? Inderdaad, en mag. Hoe gaan ze niet verplicht. Ah, ja. Maar onder ons gezegd, voor 12.000 frank in de maand zou ik de huid niet willen onderhebben. Al nog een raakhuurde en een zieke, ik kom er niet toe. Ze doen dat er de zon iets moet aan verdienen, hoor. Maar de beste heren, er is een spreekwoord die zegt, de zon schijnt voor iedereen. En aangezien dat ik van het standpunt vertrek, dat ik iedereen ben, moet de zon een zeker schalen voor mij. Ik vind het spijtig, anders is de man niet galant geweest. En je zou beter met een handgifte of een schup onder de pataten, hè. Zeg, excuseer, maar. Dat is toch een pazen. En de Romanen komen we het Noord een keer over gesproken. U, commandant? Ja, hij zoekt iets in of tegen Gent. En volgens dat magister gezegd is, zoekt hij met zijn voetstrepen baan op waar je 36.000 frank in de moeite hebt. 36.000 frank? 3/4, dat is 36.000 frank. En 9.000 frank. 47.000 frank voor mij? 47.000 frank, hè? Hij is wel duur, maar hij is niet zot zo. Natuurlijk. Inderdaad, dat is wel een gedacht voor hem om een keer over te spreken. Weet je wat dat hij is? Ja, en de noof, maar de naam ook Gabriel. Hoe kan het al beter zijn, hoor? Hij is weet ik genoeg klappen zien. Ja, klap man, een keer. Is dat een beetje goed van handgifte? Dat weet ik niet, zo. Maar van een schip onder een pataten is dat geboren, zo. Maar dat ook moet uw leven zijn de schatbewoner en er ligt het de kassendeur. Kom, Bompa. Corose, aan alles komt er een oplossing. Alleen zijn ik soms zijn goeie kant. Spreek van ondervinding. Dat is wel mogelijk, hè, nog. Maar een school dat alles zelf moet doen. Eten koken. Eten koken? Wie hoorde, dat is mijn hart erover, zeg. Hoe is ik van kakao spreken, begin ik stankje te Griek. Stankje? Ja, ik spreek van eten koken en Griekse soep. Gerichtig soepenpompa. Ja? Ben wijs mee te moken. Maar dan ging maar zijn, meneer kan het eten moet beginnen. Maar ik wil dat vergeten, hé. Je was soepenest.
Eerwitsoepel. Oh. Met een ijsbeke oester aan. Miljarden. En een heel klein beetje gerukt spek om de smoke wat te verruien. Als hij eruit geeft. Kan je rekenen? Doe maar een beustersnot. Wat wordt er die voor mijn kerel nu, Mart? Wat heeft deze goed? Eerwitsoepel, man. Ga erop leiden nog aan de tap met boembouwers eerwitsoepel, man. Goeie week. Dus voor me een kraker op de koning. Eerwitsoepel met een duw gewoon een bot van weggekapt. Die 50ste en het beste die ik kan deed. Dus kwam me niet toe met ratalures, hè? Het zondags kwam net toe met draai om de broeken nu. Ja. We zouden een boek kunnen overschraven. Ja, dat is mooi. Bijna tijd proef, meneer Dirk. Krijg honger in het huis van gewijn wat al voor twaalf deed. Ah, wij hebben er zien ook. Boempa, zou je maar een keer bij een appel voor te zitten? Ja, kan je daar liegen mee? Nino, voor te zitten en voor recht te steunen, moet mijn mama altijd helpen. Wacht, meneer Dirk. Is dat niet dat zuur erg was, hè? Je zult toch moeten trachten van hetzelfde weer doen, meneer Dirk. Je kunt toch op je ergens niet blaam rekenen. Moet je toch niet mee, Herman? Nou, helemaal eigen lak. Je kunt toch niet verlangen dat je moeder altijd bij je is? In het huis zou we dat komen, moet er kind zijn veel eerder gehandicapt worden. En die nu zelfstandig zijn. Die niemand niet meer nodig hebben. Die alles alleen kunnen doen. Mijn klein petoterbeschutje. Ze zijn er bezig met soep te maken. Nooit, dokter. Maar keert er iets aan misschien? Jooi, ze kookt over. Och, nee. Excuseer, maar meneer Dirkus is mijn zaden. Je moet u niet excuseren naar nog het ontgelak van de wereld. Luuk, hoe kan ik leven in een eerwitsoep? Want aangebrand eerwitsoep is alleen slechter van aangebrand nutspot, hoor. Zeker. Ja, en ik kom maar stil dan grie maken van mijn looste roemde te gaan. Ja. Ga maar loodig vuilen komen, zo. Zoals het als een groep gewoon van altijd een ander te zien drinken. Daar is u dat motteren wat is aan die elleboog zo traag. Zeg, en wil daar van heel een dag niks manken? Ooit ga breven in de voeten steken, neet ze niet. Daar steken nu niet. Wat, Dirk? Wat wilde wat dat doen, Boempa? Ik kan geen beroep uitoefenen. In het begin heb ik een paar keer contact opgenomen met werkgevers. Of van ooit van mijn gebrekuur moet er maar niemand meer hebben. Wat ga je daar vroeger op het conservatoire niet voor het toneel? Ach, toneel! Dat zwijgt tegen hun in een container veel. Ik weet het nooit van toneeluren. Dat is van echt te gelijk een biezenbad. Ga ik op school een klein duimpje spelen. En de meester zei dat klein duimpje de grootste nooit was van de klas. Ik zat in mijn laatste jaar regisseur, toneel en film. En later ben ik er bij een liefhebbersmaatschap aan gaan spelen. En mijn meester rol was een brede brein. Ik had je jongen goed gedaan, hè? Dat regisseur gewoon het beste gedaan heeft. En bij facteur gewoon. Toneel is nu natuurlijk u gedaan voor mij. Ten andere, mama wil niet jij dat nog iets doen. Ja, maar je kunt toch mama's kind ze niet blaven? Er kan misschien een dag komen dat alleen goed staan, hè? Wat doen ze? Ik weet het niet. Miljarden, we moeten het weten. Je zijn aan een aardeldom gekomen in een leven waar dat er van een tweesprong komt, waar dat er moet kiezen waar weg dat er moet pakken, de dingen links of de dingen rechts. Bij de facteur is dat geen probleem. Zwager! Er zijn toch nog andere beroepen waarvoor dat er niet moet rondlopen, waarvoor dat er kan blijven zitten. De facteur moet je altijd rondlopen. In die boek, ik zal niets meer zijn. Maar zeg paas erop, dat is mij opgevallen. Om er straks over de eerwitsoep bezig te worden, hadden we gezegd dat we zouden een boek kunnen overschaven. Waarom zou je geen boek schaven? Een boek schaven? Allee, Boempa. Ik heb een keer geprobeerd best al een keer zaten van een gedicht te maken. Was nog slechter of een koe? Want die heeft de meeste in de koop in de steert en dan maar gedicht zo was er niet een dal. Ik kan het ook aan. Wie kent er niet de facteur? Hij loopt van deuren tot deur. Zijn een ransel volgeladen. En was geen zwakker in de schop onder de façade. De raamduk is slecht, hè, Boempa? Maar ik kan dicht. De ver moet het toch niet dichten? Iedereen kan niet dichten zonder zijn god op te lichten. Maar er zijn toch nog andere dingen. Maar we hebben een roman. Dus graaf je een roman gelijk of dat een nietenkoekenbak te doen? Ja, als je nu op voorhand van zinnen zat van nietenkoeken te bakken, zou het beter dat aan een woffelkrom rent. Er zijn toch nog andere boeken. Detectivenboeken, kinderboeken. Allee, wat boeken hebben er dan ook? Woudenboeken.
de facteurs, ze waren geen boeken. Je hoort. Oh. Maar toen zijn ze terug weg. Je mag niet vergeten, Boekbad, dat de richting die ik gekozen nog eens een seur was. Al mijn studies worden afgestemd op toneel. Toneelboek, dat duurt nog. Miljarden. En daardoor toneelsteunen. Zeg, facteur, hoeveel keer kader als u een bevlegen heen? Al wat, joh, lang pleurelee. Een toneelstuk gaan? Ja, waarom niet? Je hebt toch de studies gedaan voor toneel? Ja, regisseur kan je niet meer worden. Acteur Luc, nee. Waarom is hier een toneelstuk geschreven? Dat is misschien gedacht. Jammer, een toneelstuk moet gespeeld worden. En wie gooit er dat ook voor? Ik. Ja, maar dan kan er hier stuk schrijven dan al dat thuis een brief komen opbrengen, zo. Ja, maar kan een dokter zich komen en die een brief open doen nu, hè? Dit is nog iets. Het is niet voldoende van een toneelstuk te schrijven. Het moet nog wat gegeven worden nu. Heb je net een uitgever die dat probeert te doen? Ik. Ja, moest het gaan, hè, om het toe vroeg maar af of verder af facteur geworden zat, zo. Ach, vroeg maar zelf op. Lacht het, Boekop. In een strote wil je toch een uitgever? Meneer Azerbeek, die zoest niks te deuren, hoor. Ja, dat is zoest, Azerbeek. Ik kan ook weten of ik gewaarschuwd voor hem gedaan. En zou dat een toneelstuk van mij willen uitgeven, Paas? Het enigste dat dan niet uit te geven is drie geld. Wacht, kom maar onder op buurt doen, hè. Ik hoor ik een benen om bij jou. Ik weet dat daar de wijze achternoot op dat toest. Ja, en zeg dat voor mijn kleinkje aan des. Voor die kakken, dan moest dat klaar was zijn dat nou met z'n voetbal zijn wij tot schrik. Oh ja, is dat een ding? Maar je hoort het, dat is zo dat ik hem hier kan en kan me niet meer hard ingestoken. En omdat er niets aan de politie zoeken zal, dan heb ik hem zot geboekt. Meneer Dirk, zo kun je wel mogen vragen. Ooit een stuk schraaf. Zou er individueel door neerkomen die een brief opbrengt? Oh, ik zou nou een keer de rol van mijn leven willen spelen. Moet zus nog weten over wat dat moet schraven. Je moet een neen hebben. En voor een neen hebben moet je toch een spiroos schraven? Wel, kan ik in de schravenuur zeggen, een spiroosje, dat is lang als je met je bloedgat op een blokkaas zit. Op slag weten dat kerm dus. Ja, papa, we vergeten niet dat je rond dat benen zit. Ik kom praktisch nu niet buiten voor iets sturen of te zingen. En wat zou een toneelwerker zo de wereld schraven? Weet niet, een toneelspel? Want dan komt dat geer gedoen en heb ik misschien wat woord. Dat worden dramas. Dramas? Daarvoor moet niet buiten worden. Ga ik hem dan mee in de familie, gaat Espiroos wat weer te dramas te schaven. Ja, schaap, je stekt nog een drank. We willen niet meer zien, we kunnen niet meer gerieken. Hier is niets te dramas. Pak wat mee. Willem, wat is dat? Oh, vroeger doorzaam. Willem, zijn ik hier heel erg, ben ik zat. Ja, niet, man. Je zag een beetje van de gaas gepakt en zo. Dat is... En zijn neuf graag geworden, hoor. Die madame Haber, jij moet heel zeker schaars verliezen. Dus ze wil niet hebben dat hij bij ons kan winnen voor de morgen. Wel bij ons. Wat is dat nu? Met de Marie wil die man als je geld in de hart. Manen. En ze mag je nog op een rug staan. Nee, op een rug staan. Waar man hier van spreken, zo. Ze stoot even goed op haar voet of op een rug. Dus was een liefje. Ze is zelfs liever op je voet staan. Ze is wel ook niet op een buur. Schade. Het is spijtig dat ik haar geen oor op je tanden heb. We zullen misschien meer door sloot zijn dan er nog goed. Zeg, je lacht zo voor. Hoe moet dat dan nu voor? Dat is de façade niet hangen. Dat is de jaar die jullie hier drinken, hè. Zeg, weer gelacht zo voor. Tot dan moet je met een beursel ingestoken, maar een popflos in mijn hand. Ga moet per twee dingen, hè. De drank en de vrije. Je zag gelijk dijf niet door geen Hollanders aan het. Door Belgen die leefden van een drankje van de vrouw. Waar weet de vader? We worden nou niet geboren. Wordt die gesproken had van mijn geloosjes, je wordt zelfs met de valkeer niet binnengekomen. Dat is geen valkeer, dat is ranig als dienst. Dan zelfs met de ranig als dienst kun je niet beginnen met je. Oh, wat hadden we moeten doen, dat is lekker. Ah ja, ze zou, ik ben een beetje goed te zeggen dat ik de valkbakken moet proper lijken. Oh, nu ja, aan de timers lijken waarop dan verlopen te plakken. Niet al nog zo te kikken, ze. Uit een vriezeloos karakter. Ik? Jaloos? Maar lacht gelijk een duivel uit Volstana. Nou, was ook ik jaloers moeten zijn. Geen oren, maar nu heeft hij er een van haar, daar breuken die dan hebben. Nou, geen oren, maar breuken die er een paas naar jaloers te zijn. Ik heb gezegd van één
niet. Doe dan nog, ik zal het al zeggen, of hè? Ik luister, meneer de juge. Maar spreek een beetje laai, want ik zou dat niet willen missen. Dat is al los van me, omdat de 15 jaar ouder zijn, dat te kijken. Maar als ik naar een andere vrouw kijk, gerekend tussen de 16 en de 80 jaar, kan de al jaar van het pruikje recht dat zal u zien. Op een gulle dag zit een halve dag voor in een spiegel uit de smijt, omdat we 15 jaar jongeren kunnen laten zien. Op een gulle dag een halve dag? En wat doet er met die een andere halve dag? In het bed liggen dan die moe zo wel. Ja, omdat de werken wel de moe en als je moe dat ziet er aan wat. Dag, goede werk! Ken er van zijn leven je werk niet geweest? We zou kunnen lasten meer aan van mijn bedden en van mijn pruiken. Nee, wat goed ons doen? Op een blanke sloppen in de gladjes vluwen. Oh. Je past toch zeker niet dat je daguren van de ranigheidsdienst van doen, hè? Dat je naar koos niet meer van een andere man. Ha! Ik heb al mijn hand uitgesteken. Ja, voor te voelen dat regent, zeg. Hier! Ik heb al mijn hand uitgesteken en erachter in hand. Iedereen die geld genoeg heeft om mij in mijn bedden te laten liggen. En voor mij een halve dag van mijn spiegel te laten zitten. Gelijk of dat is echt. Ja, ik heb nog niet gebouwd. Nog niet gebouwd? En zelfs al lang in pensioen. Spreken van een snelle voordel, zal ik hem ooit nooit. Ik heb het gevoel. Maar nu wel zijn met die duwe passioneerde kwezen vrienden. We zijn gezegd, geen man een douche. Wordt daar een vrouw, wordt stop maar een kruis. Nee, ver mee te treven. Om weer een benen te pakken. En dat meneer Dupré er in de welvnieren zeggen dat degene die een benenpak draagt wordt van zijn passen mag vroegen. Zo'n duvrenne vind je in je huis binnenpakken en mijn bloedhagen voor je niet. Dus wil hem dat hij 27.000 van in de moeder brengt. Goed weten, ik kwam direct van ons zien. Hij zit in de lucht. En waarom kan mijn voordeel gul zeker bij ons zijn of ik trekken van onder op stonevoet? Dat is een gul, goed gedacht. Dat is goed voor ons, want ik maar van vuur te gaan. Maar raak zelf vuur te gaan. Ja, maar hebben we gewoon naartoe, manke. Om mijn valiezen omhoog. Voor hem mijn voet aan bouw. Voor een leegbeer. Gewoon nog een beetje vuurder. Gewoon nog Sina. Nu is er Sina. Nu kan hij naar Pogadu. Ja, gewoon we weten dat nog Sina hoor. Al dat geel jongpje aan mij onze sensatie heeft. Adieu, voor. Adieu, manke. Ik ben blij dat je ons voordeel gehad hebt. Dat was in een hoofd gebakken en mijn handen moeten steken waar ik moet verslaken. En wat is tegenwoordig in te doen, hè, Sina? Wat ik ken. Ranigheidsdienst. Ranigheidsdienst, dat is het Chinees varken. Chinees wil blij zijn, dat is maar nog gezien, want zo'n smaak nog op de telefoon gaat het woord. Wat is jij voor? Wat is manke? Ook niet. Want hoe is het keer de toekomst ook nog eens schraap? Ja, maar niet het Chinees, hè, manke? Als ik schrijf, piemelo, pamelo, en de handschoen wordt. En hoe slecht wordt? Hoe schrijf ik niets in mijn brief? Zomaar wel van storm, want we daar ook geen oude vreemde toon. En zoals serieus, Boemba? Wil ook al Bert of China vertrekken? Maar niet naar morgen, ik kan het ook maar zijn. Zoals dat jong was en hoe wilde ik met mijn ouders, met zijn moeder, pakt er als een valise. In een eigen Afrika was dat daar. Ja, wat deed dat toen? Hij zou wel eens op de zolder gezeten. Ik was daar jongen gekregen, zijn collega was ook, want dan op een eind in Afrika al in de grijpen. Hoe laat je dan maar door, hè? Merci, Iers. Dat is al veel beter. Maar de lieve zijn er al. Je hebt maar vrij goed geholpen. Al mannen dan. Hoera, is dit een tankobanie? Zet je veren open, ze spreekt van dank. Wat was dan wel goed? Alleen voor wat zet er door? Schat op, hier kan het tweede drama. Die de noem, die ben een paar weken goed oprichten en zijn naam groeit dierenarts in gelegen tegen Gent. Gelijk in Brussel wat dat meegelopen bij. Schuurde, groeite komers, wat dan maar met raammeisje moesten in leven en slot. Die we geen draaien. Mijn vader ook een veer verzinnen. Zee, sa. Wat dan wel ik vier konaren in een wasman te zitten. We hebben een keer 60 of 65 jaar verlangen toch te weinig meer. Gaat er al genoeg op? Dat is zus. Maar dan werd er hem die zeggen dat we duur zijn. We kunnen nog altijd nuttig zijn in de wereld. We hebben goed leven ondervinding achter de reunen. Die we kunnen overbrengen aan deze. Die ondervinding dreigt nu te geven.
Maar nee, voor ons verdienpluur die ons pensioen is neer te palmen en ons gelijk biesten op mijn voor in de komende te steken om te wachten tot we hier dan maar van vervuiling kunnen veren. Een particuliere die een gepensioneerde binnenpakt, kan je ook zoveel krijgen. Natuurlijk. Maar een lieve generaal, ik weet niet of dat het weet, maar de nooste mond ben ik 15 jaar bij. Professor, en nog 5 jaar. Dank u wel, lieve generaal. Ik zeg u dat omdat u zult weten dat wij achter al die jaren behoefte krijgt om iemand te vertrouwen. Oh, ja. Daarom zoek je iets in de huur, Wilfluis. Ah, wel, dat is een ietsje dan wat dat overkomt zien. In andere woorden, je zult maar 27.000 gram in een jaar willen slepen. Nee, een daal, maar een café in de hemel. In Amerika zijn het goed slecht, in mannencafé. En dat ik moest zeggen dat ik nog een 27.000 frank spiegelen, was een spiegelleer. En als je maar 27.000 frank in uw hemel slept, zijn de sneukleer. Ah, is dat het? Schat dat, monke, dat is het eigenlijk allemaal. Dat is 10 minuten dat ik in de hoofd achter u gezocht heb. Maar een lieve kaperon. Maar de man is er van onder getrokken. En daarmee ben ik al in ieder geval. Maar een lieve generaal. Ga ik om deze vlootje bij mij. Madame. Hoe moet het ook met ma niet bezig hebben? Maar van nu nog. Sloop dat bij 2 uit de uur. Kijk, hier een keer op een eiwakken maar stijl gebeten. Ik was 2 tanden kwaad. Nee. Dat is om de man te fopen. Voor hem te koloneren. Voor hem te affronteren. Voor hem te klaneren. En voor van mijn pensioen te profiteren. Van nagen. Wat staat er met een oliekoeken als er geen suiker op is? Kijk, mijn lieve kaperon. Voor die 27.000 frank die de mij in de mond geeft, moet je zus maar kaarsje, wasje, straken en koken. Oh, is dat? Ja, de rest doe ik wel. Ja, maar een minuutje, hè, madame. Met zijn pensioentje moet de commandant die mannen doen. Niets doen. En mama moet de generaal met zijn pensioen nog veel meer doen. Wat komt er bij mama dat de kaperon moet doen, maar wat dat kijk met zijn pensioen kan doen? U, de bij is mama al ingeschreven. En mama moet hem zelfs niet zo nee, dat is al gezien. Hij wacht. Wat gebeurt er niet? Ik ga daar gewoon met de fiets. Dat is gelijk een boot trokken. Zeg, ze mogen reuzen bij ons een beetje kraken. Maar haast denk, ze reuzen nou, maar pas jongens, klaar hoor. Hoeveel heet als pas jongens? 36.000. Ja, dan zeker moest je verder komen, zodat je reuzen mogen naar mijn beenten kraken. Ah, ga je hartstikke roken, zieken mee, hoor. De vreemde meisje doet die nooit klok en mijn bloed aan. Bij gezat moest het zover komen, kijk ik niet gezat dat ik het goed doe. Dat is zelfs toch. Goed verduur, kijk nog eens aan, kijk de keutels van iedereen op maar in. Moet je hem toezetten. Het is het enigste meer nog verrustend hè. En netje meer duur van de meisje. Oh, dat is zalig, hoe ze stil. Schat op, morgen de meisje wordt onder slot lag. Maar dat is een drama die hier gebeurt, Poepel. Drama is de beetje mee wilde, want dat de foam niet opgeblaasd wel. Mijn lieve generaal. Mijn lieve generaal. Mijn lieve generaal. Hoi! Wat voor een tjuu! Zijn de keutels krijgen van in een apparel? Nooit even keutelapparel langs toch wat moet iets in de uur fluisteren. Wat voor een tjuu! Moet je zo goed bladen fluisteren op moeten beginnen met stoutjes in mijn uur op te stijgen. Mijn lieve generaal. Ja? Ben verliefd geworden op u. Zou de mijn ma willen trainen? Mijn lieve generaal werd gescheut! Oh! Niks aan mijn mama zeggen ze. Zo'n vuur dat ik naar de kelder moest gooien. Van de lieve commandant, nooit ja. Het niet doen. Hoe is dat goed doen wat ik een vrouw heb te doen? Goed hij het zelfs scheren nooit te doen. Oh, oh. En achter al die jaren zat dat zelfs goed doen. Zeet, werd gepaast. Maar de lieve commandant, laat hij niet vangen in de netten van die café vrijwen. Nee. In het werkelijk leven, hoe zacht zijn. Oh, gelijk of dat nu liggen vind ik het toch redelijk zacht. Ze gooien hard zijn voor u. Ze gooien pakken. En ze gooien breken. Oh. En als ze verbroken zijn, moeten ze weer breken. Goed voor het duurt zo niet veel meer over schieten van me. Buiten die mannen ook. De dag dat de zon schijnt. Moet voor u alle dagen de zon schijnen. Drie. Meneer Dupré, ik heb gezien als je dat straks een glooisje gedronken hebt, dat je koekjes of snoepjes gehad hebt. En hoeveel presenteerde maar dan nu? Ik ben bezig met de koekjes weer te steken en dan zit je nog kozen niet meer van. Dat is heel vriendelijk, man, vooral verkeerd. Ja, wel, dat is een gloed goed gedacht. Maar de lieve zijn erop. Let er niet genoeg aan, maar. Oh,
Ga zag geen koekske. Ga zat dan weer met klippen lekker koeken, jongen. Toen niet het klooster, dat is duizelig. De laatste zullen de eerste zijn in ons hier gezet. Mevrouw, dat vandaan ons hier al voor 20 uur gezeten. Wat? Maar de lieve commandant, die vrouwen van wat maar verboden trekken. Moest ze mij uitdrijven, dus voor hun geld. Oh, daar wist onze kolonel zijn een mooi lezen, Luc, zo. Ze pakt mij veel zeker niet aan dat ik op Rudolf Valentino trek. Nou ja. Van Greta Garbo is u niet veel, zo. Zeg, excuseer, maar moest u dan een beetje in de hoofd willen om vuur discuteren. Mijn dochter wil mij al inspreken. Ga maar, lieve zijn helle woorden, onze niet nu dat ik s'nacht in de hoofd voor een deur brein. Zeker, lieveke. Zijn de boekbiers verdienen? Zoetkundige lieve, ze hebben al gelijk in haar kleven. Ze er iets van mijn echte kaart moet. Ik maak het maar een boy. Ja, dat zou die echt niet in het horen zitten. Boepa, rechter zijn dit. Oh, als hij op zijn komerijsbeest bij weer kan zijn niet blaaspel. Oh, als gaat een blaaspel. Ja, maar toen zei hij, mag geen drama als genoeg doen dan ons. Dat is niks nog normaal, hè. Wat? Ja, en een blaaspel die brengt zich in breven. Ja, hij heeft ook zelfs belastingsbreven. Zeg, wanneer zijn we maar gaan? Oh, dat is het ook, Boepa. Mirazen wordt er gezegd dat het eerste stuk van dit kon je uitgeven. En als het goed is, en als het succes is, moet hij hem contract geven, we rollen dat volgende werk. Miljarden, goed niks. Sluip gewoon zeggen hem, kak, ik kan niet weer mijn dochter weer maar spreken. Ja. Kijk, je zat in Boepa, aan alles kan het eruit lossen. Oh, een brieven brein. De rollen van mijn leven. Mevrouw, er heeft een brief aan de deur geklopt en heeft de factuur afgegeven. Dank u, James. Trek dan het kodeke en het zothuis zal open gaan. Dank u, mevrouw. Ook zoveel van mijn paard. Wat gebeurt er hier? En wat is dat van dat toneel werd schraan? Rita, als je de rekeningen sloot van het verschiet hebt, dan was dat niet oorspel. We zijn nog om beginnen met toneelwerken te schraven. We zijn al een uitgever. Voor de knemang dat je huisje verkocht wordt en dat de doordeur een slag op de kaas gaat hebben. Maar ik ben gelijk een schrijfwerk als helden. Afblaven op de boeken. Dirk zal niets doen. Maar dan zou je mag niet van zijn leven nog een hand uitsteken voor te werken. Luister, Rita, ga je altijd gemeend hadden van een moeder, hoor. Maar nu, hij doet er voelde dat meer van u, hè, zeker. Die doet ons keer serieus zijn, Rita. Stel de nerveuren dat er iets mee over gebeurt en dat Dirk al inblijft. Het er al op gepaast, was circulair dat ze zijn. Joik, ik heb er al op gepaast. Zelfs te vele vergoeden zijn. Te vele vergoeden zijn. En voor dat te vele te vergeten drankte. Want u weer hem maar gezegd dat de zeiden dat ongeluk de beste kalant geworden zat in de café van een engel Gabriel. Ah, oh, u weer hem aan boekskneuper gelaten? Ja, wat wil dochter dat de raar zijn boekskneuper gelaten heb. Allee, je zal lezen je naar van de hoofd met ons brieven. Ga ze aan beginnen drinken achter dat ongeluk. Zij dat ding komt die weer zo weinig meugelacht zorgens naar zijn huis. Gulder heeft maar niets kunnen zeggen. Hoe ze dus goed begrapen, is er iets niet zust met dat affaire van Dirk. Och, je zult ook een keer te weten komen. Dirk is niet omver gereden geweest. Hij heeft met ons een auto een ongeluk gehad. Hij kwam van een vriendenfeestje en hij ook gedronken. De gevolgen kermen. En men is er niemand anders bij betrokken geweest? Nee, gelukkig niet. Of hij hem kort te zijn, we mogen daar van niemand niet over spreken. Van Hubert. Hij was benaad voor zijn werk dat er gevolgen zou pakken. Wat gevolgen? Hubert kost het toch niet aan doen dat zijn de zuinige gedronken op. Ja, maar ik heb de gaan meneer Hubert Morgenmans, meneer Hubert Morgenmans, kerst als je nog hoort. Als je poortdruip als gedronken hebt, is het toen gelijk een koerspeer. Joké of geen joké, Lupe doet ook. Ja. Dat is Hubert die dat zegt, hè? Hij staat u benaad van de mijnschil, hè? Volgens Hubert was de schijn toch gered? Dat is curieus hoeveel mensen dan er tegenwoordig voor de schijn leven. Ze willen de schijn hebben van alles te weten en alles te kennen. En nooit zullen een keer in de spiegel bekaken kennen zonder haren en heen. Dan komt dat de slachtoffers de samenleving. Nee, dan komt dat het leven en het weg van Pirke de Lange normen. Luister, Rita. Ik wil niet maar spreken. Maar als het dat is dat er maar te zeggen dat ik hier morgen een keer weer. Ik kom mijn duif gewoon opluiten. Ik wilde gevraagd wat dat er met de doos doet. Ja, weet ik, kijk, dat doe wat dat de wilt. We zijn aan een erg lang gekomen dat je tuut er niet meer van doen hebt. Ik wilde gevraagd wat ik moet doen om uw beer thuis te hebben. Niet alleen like voor maam, maar zo toe voor Dirk. Moet ik u leren hoe dat uw vijand moet thuis hebben?
Ken je de lolke van de ding die zijn een bril aan de verwacht zijn een bril te gaan zoeken? Dat is het eerste dat hij weer maar zag. Zie dan een keer lupen, mijn horen echt hangen niet gesmengd. Mijn kliet dan gelijk een pot praaien. Wat voor een pot praaien? Ja, ik heb hem uke zat in mijn zotte van groene celerij. Wat zou dat willen? Dacht mij op, zei toch laat een boek in garnie? Hoeveel? Hij is nu te zakot niet. Dat is misschien juist de reden waarom dat dan niet te zakot niet in is. Het is nog niet genoeg dat hij voor zijn zuinen weer blijft. Zijn vrijwel vertegenwoordigende pot praaien. En een groene celerij. Wie harder niet dan gezat toch nog een schoene vrijwel. En geen groenselmucht. In Maasenig gezat dan alles komt er een oplossing. Maar die aardige moet niet proberen van vliegen te vangen. Met satap wil de sterkste te struien. Zee, zo. Als ik goed verstaan, moet ik zo als je klieluipen, gelijk Shelly Lee in de stoosjes strooien. Gesmenkt tot achter mijn uren en met een decolleté tot aan mijn afval. Zo, Lu, als dat maar zo niet wil zeggen dat dat aan u gedoet doet. Maar die... Oh! Wat doe maar dan? Hoe zoet je nu niet? Zeg dat de massierest op gulden van mijn gevoel met blij plek. Ze zei, je zoet de muren opluken, maar haal je de mensen op gaan. Nou, je zo'n kerstcadeautje van mijn schnaller. Een massa. Omdat ik content zou zijn. Omdat ik niet zou zeggen, we staan zoals naar zijn kot niet komen. Wat kan je doen? Het plots is in de keuken. Het was met de vroeg, madame, wanneer er de soepen mag opdienen. Wat soepen? Ik heb eer met soepen gemokt. Eer met soepen met boterham meegekapt. Hoe paaiet dat zich heen? Ja, ga blij, Rita, en taat, goh, dat was maar een tank, hè. Voordat je doet mee, een tank wat dat er aan wilt, maar hier bij mij heb je een tank. En je zat voor te wachten om aan tegen te beginnen. Ik weet het, madame, maar ik kreeg honger. En dat is standpunt! Madame, meneer, een gulden familie moet eten omdat Maassen groeten noem kreeg. Des, maar beuver niet, ik heb je Maassen bevrocht. Je hebt gedooid. We kunnen de boelke pakken en werken hier, nadat de huis van me dat er gekomen zat. Op stoende voet. Jawel. Voor rest nu dat optimisme van, wat ik maar worst wil. Maar ja, het leven is toch ook dat leven weer. Ik weet, poepa, moet ik zo niet geer weerkeren naar dat hart? Ja, ja, nou, kerenlijk ben ik niet geer naar in ieder geval als mijn vrouw gestorven is. Ik heb ook niet geer gevuurd dat maar in ieder geval mijn kinders kan komen wonen. Maar wat wilde, dat leven, dit leven weer, dat is wat een paraplu met goed te nemen. Zolang dat niet rijden, laat het ruwen. Ik was zo content dat er een mocht komen werken. Omdat ik alleen was. Ik had gemeerd van hier een familie te vinden. Maar dat ik altijd zien overlang dan. Ja, dat is toch familie door zaden. Ik ben er even gekomen met mijn problemen. En als er op aan komt, zit ik een keer in de problemen. Gelijk naar een schornoemd in een biergraf. Allee toe. Maar je zegt samen aan ons, komt er een oplossing. We zouden aan een andere dienst vinden met een familie die niet rapen is en zo steeds is gedrooid te worden. Ja. Mag ik u leren kennen, boepa? Miljarden! Moest het 40 jaar jonger het werd zelf met het kleine zijn, jij dat belangrijk. Allee, kom toe, wat? En weet je wat? De jeugd heeft de naderdom geholpen. De naderdom van de jeugd thuis. Ik zal een geweldige doen bij mijn dochter. Allee, toe, wat? Och, mijn dochter loopt een beetje nerveus. En toen schiet ze nog een muur en raak veel weg op de kuurman. Was wel even op naar beneden, zo. Dat is ze van haar moeder. De ding vloog maar u kop. En vijf minuten, de ding vloog ze maar in. Allee, kom. Te beginnen, gooi naar de keuken en je schept maar een grote kom eer met soepen, hoor. Zeker, Bompa. Zeg, van wat kom de gaai, hoor? Van de zolder. Als je 14 dagen niets te doen hebt, moet ik er in de zolder voor nou kwijt. Wat had er door allemaal licht? Je moet die aan de panen vast hebben, verbreekt u de nek. Ja, maar wat heb je er gedaan? Achter die nog nu leer wat in de kaperon wees gewoon zo. Hé, nu, kom maar. Moet ik nu al een tas soep uit schenken, boepa? Wees je maar geen soep, geen vriendenbord, dat is toch wat anders, dat, hè?
zagen nu toch van zenuwen van mannen komen we het Noordbeen te pakken. Vandaar? Zou de man niet baat pakken? Ik heb toch een suur voor? Ik was zoiets van zenuwen van een goed lonken te vertellen, maar hoogst en zover zien. Zal een bak bier buitensmaat voor een flasketje naar het been te pakken, zeker. En degene die het een drank had gevonden, hij moesten ze versmuren in een tonnen beren en de achterzak mogen. Zijn dat zo wel schoene duwt, zei ze? Zijn de zuurbenaat? Kijk, door mogen zien die mijn moeder gaat in het drinken van mijn vader. En dat weer kan al niet meer mijn mogen vader. Het is de eerste keer dat hij op een zuurentuur vader tegen mij zegt. Het is spijtig dat Lucas u drinkt. Drinken van nagen. Mijn dokter heeft gezegd dat ik 3 liter doos moet drinken. Goed. Ja, je had er maar nog een pijntje bier tussen zitten, nu ik het daar gezegd. Maar zelfs met dat pijntje bier heb ik niet mijn vrouw niet laten zitten. Ik heb altijd hard gewerkt voor mijn kinderschoenen vernomen lopen te kwieken. En te mogen dat het snel zit op de taluren lopen. Dat verstoot ik niet. Iemand die drinkt, moet toch zijn vrijer zitten? Mee, jongen. Ga pas dan al de mannen gemaakt zijn dat model van de vorige geluk, hè? Moest dat woord zijn, dan zou die 5 poppendoos geschroomd liepen op zoek naar een andere bank. Ik ben bij niet op zoek naar een andere bank. En luister op met mijn vader. Oh. Mijn moeder liet er veel te gemakkelijk doen van hem. Hij had allemaal een schieve luister gehad, zo. Plak nog mijn vader heel de dode zat liep. Kost me moeilijk iets rechten van hem verwachten. Weet je wat er aan het doen zat? Je zat bezig met de schuld van je voeder op uw man uit te werken. Ik zal ze een beetje tassen soep gaan uitgeven, zeg pompa. Mijn torenverbel dan. Dat zoekt achter die gauw. Dat zoekt achter liefde. Liefde in een familie die ze nu niet gehad heeft. Ga je uit die familie. Ja. Dus ik zus nog achterliep. Allee, kom. Bertha is geen een dronkort. Wat drink je eigenlijk iedereen een keer geer in een peert en over een druiphoek en wat is er een kool mee? Jong dem daar! Dat zal het ons niet gelijk vandoor nog over even doen. En weet je wat? Helpt hem een beetje mee en toch eens hebben. Allee, help me koe. Goed zien. Je wordt veel meer resultaat bekomen dan met geen dat er niet doet. Pompa, er rijdt een Chinees. Maar dat trekt vlieg met madame en man. Is Bertha wel van China? Hij is allemaal van Vernon geweest, dat zeker. Allee, Luc. Wat weet je in de hoofd? Zeg, het was God, stoot er woeder, frist er met z'n opdoet. Pompa, wat moet ik nu doen met die Chinees? Ik hoor hem op zijn geen zonder aan de bok. Omdat madame gezade dat iedereen de hand... Omdat madame gezade... Kienke, een Chinees loopt nu op het tapijtje staan. Een kieken is gemokt voor raars te leggen, niet voor op de spit gestoken te worden. Is er iets gebeurd misschien? Ja. Maar gelijk je wel gezade hebt... Aan alles komt er een oplossing. Komt er de soep op, Peter Boempa? Ja. Merci, Boempa. Veertig jaar jonger en 200 cent mens kleiner. Ach. Ga maar binnen, Pimelo, Pamelo. Chinees zien we ook in Kung Fu in Nederland. Zeg, is die ras verkleed een bal dan? Zij loopt dat bij 2 uur, zo. Met die sterk van achter zullen we wel wat iets te prazen. We weten toch wel dat ik naar China vertrekken voor hem? Ah, we komen hier achter Trampke wachten. Ik kan hem afscheid nemen van mijn zus. Bert.
Geen man dat er van een voordig paas dat er even als de bijtse trouwkers in. Want de vuile schacht ik nog aan mijn god niet, als ik maar nooit moet komen, zeg. Je weet dat Dana hier nog, hè. Ze gaat in de Chinees vergniet voor haar benaten mogen. Benaten? Ja, omdat ze zo zijn op gieren, maar de man wil wel ook maar zien, nou. Dat is zo'n loes van me, omdat ze vacht die Araber is afgekikt. Ze voelen Araber worden. Ze kan niet verdrogen dat ik jong blijf. Nee, jong. Was je ook weer God valt, zit het zangdags op een blij plek, zo? Wat wil je door met zagen voor de... Dat er van de jaren niet meer paas dat die jong blijft. Luister, Bert, als je mee getraind zat, wist het ook dat ze vacht die Araber was. Ja, dat wel. Voor wie wordt er nu op paas dat ze vacht die Araber goed blijft? Je moeder is ook 12 jaar ouder geweest op de kik. Ik heb zoest zelfs meegemaakt. Toen was ik een stap diep buiten zetten, meerdere zakken in een kriebelmaten gaan gezeten. En dan gaan jullie geen kriebelmaten gezeten voelen? Monneke, ik hoor weer genoeg thuis, dan kan ze nog een beetje over u. Dan moet altijd tegen een kriebelmaten zitten voor een raben was te krijgen. Ja, in ieder geval. En je moeder maar bewezen dat er geluk was dat ze 12 jaar ouder was op de kik. Want ze had de geloosde dag in de moeder van mijn kinders. In de vrije van mij geweest. En geliefd maar Bert. Op zoiets stoot er geen nadeel dan. Nou, dat is misschien allemaal wel waar voor, maar er is toch iets anders uit. Ja? Het is misschien moeilijk voor een man voor dat te moeten zeggen, maar... Ik zou hopen dat je hier een kindje gehad hebt. Ja, inderdaad, van de man is dat lastig. Dus meer een kwaadse met een vrouw, hè? Stoor er maar niet voor, we zo mot dat je hier een kindje gekregen en het is er nu niet van gekomen. Je hebt geen tak op. Ah, nee? Kwam geen. En dat is misschien de grote reden waarom de Anna zo jaloers geworden is, hè? Maar verder dat ik naar China wil overtrekken. Oh, we gaan geen een klein Chinees gekuurd. Geen is in een huwelijk met zegen voor de. Ja, maar die zegen valt soms tegen. En als je maar niet geliefd, kijk een keer in de spiegel. Ik weet niet wat ik moet doen voor de. Ja, dan moet er het ook kritiek langs je moet de baan mogen zeggen. Luister, erg naar je gezet en alles komt er een oplossing. Op conditie dat hij niet staat te schreeuwen. En dat dacht ik, die oplossing wordt gewoon zoeken. En ons geweld zoeken. Maar van deze keer ben je u genopen, gewoon naar de hoofd. De oplossing is er bezig met wasgen en het waskot. Wat moet ik het waskot gewoon doen? Hij is toch langer lijn dat een uur volgen gehad heb van mij. Oh, maar kunnen daar wel zo weren, hè? Wat voor iets dan nu? Een oplossing door aan het wassen en zijn waskot. Even zoeken. Wat geschiet. Ja, ik zou papa zijn telefoon. Hubert! Telefoon wordt jokker, telefoon. Zijn de telefoon en nou is het zwaar makkelijk zeker, hè? Kom gewoon naar voren. Ja, weet wat ik moet doen, kom naar de keuken. Kom maar zo voor. Oh, zeg. Je maas zei, hier weet soep, lieve man. Hier weet soep, mijn boterhammen mee gekocht. Hubert, dat zou ik je... Voordat ik zo willen luisteren. Hallo, gesprek met u weer mogen, mams. Ja, Lucien, ik heb dat niet vroeger kunnen uitpakken. Mijn schuur voor de was hier. Nou, hij is door de keuken. Hij is hier weet zoeken en boterhammen met gekap voor eten. Minuutje, kuur iets. Hallo? Ja, dat is niets, het was een veugel. Maar niet dat ik hier volière, het was een veugel in de doof. Ja, een duur gewone veugel. Kienen met een mini-rook en een gedecolteerde blouse nou, zo. Jood Lucien, dat is mijn vrouw voor die tafiestje georganiseerd heeft. Schiel? Maar geschiet van vandoor op mijn ogen niks, hè. Als ze kik vuurt goed, ben ik kik in de vloer. En als ze zaan vuurt goed, en ze zaan in de vloer, en dan moet ik al in mijn toestel gaan betonnen. Ja, Lucien, ja, tot morgen op mijn bureau. Of moet ik vroeger op de fabrieken zijn?
Ja, knee man, dat me toe zal hier zijn dat er niemand niet in is. Maar je kan nooit smogen zal uit mijn beiden niet. Hoe ze kort mijn beiden niet kan, is het heel zeker niet omdat mijn vrouw maar niet kan gerustloten. Genoeg, stop! Zeker je bescherming, ik zal wel vroeg uit mijn beiden kunnen en ik breng genoeg van die stoot. Dat is een goeie kalant. Want dat is al lang dat maar weer bezig hebben. Ik wil schrijven dat er betrekkingen bij hebben. Of een goede betrekkingen. Goede betrekkingen van bovenop of van onderop? Van boven en van onder. En ik wil zeggen, vriendschappelijk. Een duimtje, een tootje, de goede morgen, de goede noten. En is het met Ineke al lang dat het zo is altijd begierigd heeft of dat het moet gaan souperen? Zwee woorden, hè. En in de goede kalant, is dat gerookt of gebroekt? Hoe is het vriest gelijk nu, is de broek. En die broek eet Lucien. Is dat de secretaresse? Jood, jongens, ze doen dat wat anders nu. Ja, ja, dat denk ik nu. Uit die deur. We hadden zagen in de fabriek. Het is morgens vroeg. Moest er niemand in je naast. Luister geworden. Zegt er niets van Arita. Hoe is je niets zegt, moet je bij ons komen wijden. Dat is toch niet waar, zeg. Zeg maar, zijn er niet benauwd op goed babbelen? Waardoor ze voor druipels gedronken en ik een tonger gelijk een koerspeert. Daar ga ik zat. U nu, we treven. Ja. Op u bij we kunnen huis. Fijn, toch een aten brokske. Maar waarom had het ons aan Rita verbouwen van mij iets te komen zeggen? Hoe is het dat ongeluk gehad, hè? Wees het ons nog niets van dat aten brokske? Ja. En nu verbieden maar van Rita iets te zeggen over de koeketenen. Koeketenen? Moesten we nog spreken van de koeketwien of de koekedraai, hoor? Is het nog een jonk, poepke? Dat weet ik niet. Mijn tas er altijd op zit. Maar niet, ik spreek van haar een ouderdom. Ah. Oh, ze is iets jonger af te kijken. Maar, en er al een keer op gepast, wat er met even zuinig hoe gebeuren. Ja, maar Rita kan ze niet blijven, want door Saline van moet ze gewoon werken. En bij een koeken twee wordt dat niet willen gooien. Wat doen ze? En met een gesticht doen? Ja, ik weet het voordig. We moeten begrijpen als je iets kan krijgen dat 20 miljoen is. Dat voelde ze u. En hier zou ik dat moeten zijn. En hij was op mijn jonge manier. Ja! Hoe die Sjen wil er al langs door hier? Ja, je hebt er een vinger gegeven. En ze heeft een oorlog gepakt. Een oorlog. Maar je houdt geen dat eraan aan tegen. Als u zei, die wilde dat hier weer ging aan mijn huis te gaan beunen. Maar mijn reneug denk ook voor de eerste keer vroeg uit mijn bijna kunnen. Het zal niet zijn om te doen wat als ze zaak past. Maar het zal hem definitief af te zeggen zijn. Nee hoor, de Rita. Dat is als u schoenen. Dus u zat precies in moeder. Kijk, altijd gemeend hadden van mij, hoort. Mijn jongen, dat is dan de sanctie dat niet waar is. Zeg dat toen maar op de Maasepaas en dan alles komt er een oplossing. Of van Maas gesproken. Ik heb maar gekopt zoeken vergeten. Smokkelijk. Dat is schoenen, Rita. Dat is vieste. Maar de man is benoemd tot secretaris-directeur. Weet je wat we gaan doen? Voor iedereen in weg is, gewoon in een restaurant een keer goed gaan eten. En hebben van een oventje een begier hoort, dat moet je niet gaan eten met kalant verzonken? Nee, maar reneug denk vroeg ook naar de fabriek en al die afspraken zeggen kan. Luistert u, Bert. Bent akkoord voor een nieuw leven te beginnen en nu van een restaurant te worden. Maar vanaf vandaag zal Dirk alles met ons dealen. En moet onder de mensen komen. En moet bewust worden dat hij ook een volwaardige mens is gelijk een andere. Maar voor de regelaar van. Voilà, waarom stel ik ze dan ook komen in een haarschoen? Zeg, mannen, wacht er dan maar gesproken en in het waskoop en dat ook komen een beetje verheugen worden. Dan een haarschoen doen moest ik wel. Zeker, Bert. Ik kan de valken, Anna. Kom, procure het dan ook niet. Anna? Oh. Je
Dieners, ik kan nog geen mens zeggen hoe dat die soep maar gesmokt. Hij was dat een neerwijdse hoek. Van de oven kwam aan Pien zeggen, verwacht matige tot krachtige rukwinde. We gaan naar een restaurant gaan eten voor de dag. Dat is een goed gedacht. Achter dat koude stuk opgevreten van de zonder kraakkoen gezet. Misschien een mens die iets gevroren, ja. Hier is uw iets veranderd volgens dat uur. En wat voor veranderingen voor de? Hier zou man Pien zeggen, verwacht, steeds breder worden de opklaringen. Steek je bij. Opklaringen met zwaar gewoond zijn. En Anna zal niet meer zo loos zijn, en Anna? Zeker Bert. En weet je wat veel geworden? We gaan nu een masker aannemen. Jongen, testen zien wie heeft dat een masker zal zijn, ze? Als ik meer laten niet meer zo loos gaan zijn, als ik spreek van een masker, spreek ik van een kindje van een jaar of zes. Nu dan ze uw lactose ze moet blijven, kunnen ze wel een verloten of een allereerst een kind aannemen. Ben je verwet gezien aan Erna? Ja, natuurlijk. Boempa. Merci voor wat had ik gedaan net gemaakt. Maar er een patentmokker zijn die dat er een kop thee op je luik een beetje naar mij geopend heeft. Wat is er gebeurd, hè? Hij gooit een toneelstuk schraap. Zie jij dat niet tegenstoten zijn ongeluk toch nog een doel in zijn leven? Boempa, meneer Azenbak, hè? Heeft dat Duits gekocht voor dat hij wou. We zijn nooit mee verhaal te begluten. Maar ik heb van hem zijde gesproken. En hij moet niet afbreken, hè. Je moet blijven wonen zo lang op de wereld bij dag zijn. 4 jaar van GroenLinks gestraft. Ook hier wel een broek. Dat is een broekpa. Wel een auto. Wat heeft een dienen, hè? Hij begon al mee als hij kennen te voelen en hij zat op dat broekpan. Datzelfde van mij heeft van die koeks gescheten uit de ruwduus. Wie heeft er een dag gegeven? Erna, uw maas. Dan moet je vanaf een grote virus zijn, zeg. Nee, nee, ik wil u weer dat dat een kleine microben is. Mia! Ja, wat goed dan nu mee, meneer Dupré? Zie maar, van de eerste keer op het hospital niet voeren? Nee, met al, ik in Noordzeel neem wel weer doen. Ja. Goed, ga met die meisje naartoe, Gabriel. We gaan hem eens aan een aangenomen laten neerschraven. Dat kan zelfs aan de eerste kalant zijn. Het is toch dat dat goed is van hem te geven. Ja. Warm, bedankt voor alles. Gewoon maar van de hoofd niet vermaakt. Kan niet slopen. Oh. En nu gaat maar een kutlop naar hen toe, zeiden ze. Die enigste die nog wil luren, is maar een eigen gaten. Ja. Maar dan, leef de vijand. Voor nu ook dat is de natje gaan ballen met die kleine microbes. Wat heb je? Wat doet dat dan? Dat is toch van de kleine microbe dat het niet dan ver gelopen wordt. Wie heeft er gezet van aan meneer Dupré die kattenkoekjes te geven? Niemand, madame. Ik heb het mijn haar gedooi. Wat voor? Ik kon het niet verdrogen dat de meneer Noord tegen zijn goed tegen zijn oom wilde kragen. Zertoe dat hij het menslievendheid was, maar om te profiteren van de eenzaamheid van een ijveren mens en hem zijn pensioen in zijn zak te kunnen steken. Hoeveel zal er eigenlijk Rita weer te gaan hebben? Madame heeft mij een dingstuk gezegd. Hoeveel, Rita? Kijk, hier maas ze nu de gebeurt. Ik heb van mijn moeder geleerd dat ik niet bonaat moest zijn voor mijn aan de val te wokken van mijn huis. Maar we zijn gast maar sober voor haar. We gaan er nu naartoe hebben. Weer net te huis, meneer. Neem het al, Emma. Ik heb gezegd aan alles kan er een oplossing. Ah, wel, dat is juist. Ik heb maar nog eens gewerkt. U meer bedankt voor mij te willen benen pakken, maar kieren wij er liever dan mijn eiwijsje van vroeger. Maar de rest is die oplossing. Ga goed, wij gaan hier zijn in de huis. Ik pak hem nog in dienst. Dat is beter dan de twee Duitse. Van een klein pensioen te profiteren naar 4 uur te bedreigen. Ja? Mijn kleine microbe. Kan je haar niet koken balken? Joi, we brouwen een suikerd met siroop. En weet je wat? Als je wilt, kan ik ze nog flamberen met drank. Miljarden! Wereld in een drank! Anna? Zeker Bert. Excuseer ons, maar waar gaan we niet koken gaan eten? Kerels, thanks voor er allemaal veel geluk. En pas erop, het leven is kort. Maak het er goed van, hè? Boeba, weet u dat ik maar niet blaaspaal goed eten? Hè? De dag dat de zon verdwijnt. Allee, dat is toch het verkeerde van jullie prijs aan de noem? Je weet, wat is hier vuurt goed, verdwijnt de zon. Merci, Monique.
Maar van deze keer wordt de zoon nog geen 2 uur, 7 maanden en draaiwijken wie blijven. Zal het daar komen kijken naar wat hij geschreven heeft. Kom, Boempa. Als hij weet, zeg je, dat is het beste, man. Goed, Boempa. Goed, Boempa.